Welkom bij aflevering 268 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier niet met Bert en Peter Slachter. Kijk even naar links en naar rechts, maar met Tom Stammes en Daniel Hi. Mol. Hallo. Ja, we zouden ook kunnen beginnen dat Tom zegt: "Ik ben Tom Stammes en ik ben hier met Bart en Daniel Mol." Dat is leuk, wel oh ja. We zijn de gebroeders. Zie ja. Je? ik ja. zit hier toch met twee <laughs> boertjes. Ja, dat is toch ook wel weer uh, ook alweer leuk. Nou, de mannen gaan zich zo introduceren, of uh, gaan we even straks over verder. Maar eerst natuurlijk even de disclaimer. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel risico. Chips. Ja, welke was het nou, hè? Veert... Oh, dat, dat zei je al, hè? Ja, de enige garantie in... In crypto is het risico. Ja, dat nou, is nou, ik ja, had een beetje hulp toch? nodig, ja, maar uiteindelijk is het gelukt. Uh, 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 nee, geen applausje, Stijn. Ja, daar oh. komt hij. Ja, dat is, die, die begint alweer te freestylen. Ja, maar Stijn is zo enthousiast altijd. Ja, dat is waar. We hebben een applausje straks, dus hij mag straks op de knop uh, drukken. Dus hij, dat komt, gaat helemaal goed komen. Uh, vul je seed nergens in. Let op scamwebsites en laat je niet hackmaken.nl. Check die website even. Kom we komen later um, uh, in deze aflevering ook nog even op terug... Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify en like de video op YouTube. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satossiradio.nl. En natuurlijk bitcoinalpha.nl, het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Uh, ook deze week weer, ja, normaal bespreken we dat altijd lekker. Maar ja, dan heb je het met z'n drieën gemaakt. Hè? Dan is het enthousiasme toch altijd. Uh, dan heeft Betsy Markets gemaakt en Peter Nieuws. Maar hij was wel weer goed hoor deze week. Hij was wel weer goed, ja. inderdaad. Dus zelfs in het buitenland. Wordt er geschreven. Stappen in de pen, stappen in de pen. Ja, klimmers in de pen. in de pen, ja, precies. Um, ja, dus ook deze week weer een en ander geschreven. We hebben ook uh, een artikel geschreven met vijf tips om je bitcoin te beschermen. Nou, daar komen we in deze aflevering uh, ook nog op terug. Zie het als een soort sneak peek naar wat je uh, allemaal kan verwachten bij Bitcoin Alpha. Dus ook zo nu en dan gewoon handige tips en tricks... Om je toch wat weerbaarder te maken op die digitale snelweg. Hè? Zie je het als een, als een auto vol met airbags als je over die digitale snelweg raast. Zo werd dat vroeger genoemd, het internet. Ja, weten we het nog? Dat hoor je nooit meer, hè? Digitale snelweg. Cyberspace. Cy cyberspace ja. inderdaad, ja. De meta. Precies. Dan gaan we voordat we beginnen nog even over naar een bericht van onze hoofdsponsor? Satoshi Radio wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor, Bitvavo. Bitvavo is de grootste crypto-exchange van Nederland en staat geregistreerd bij de Nederlandse Bank. Bitvavo is gebruiksvriendelijk, heeft meer dan 190 digitale valuta en lage handelskosten. Handels ne handel net als 1 miljoen andere klanten bij Bitvavo. Voor meer info, check uh, satoshiradio.nl/slash Bitvavo. Ja, gaan we door? We gaan toch proberen om een hoe was de week te doen. Want normaal, hè, dan hebben we natuurlijk. Uh, nou ja, je zal het straks wel horen. We hebben gewoon een, een bericht van Bert. En uh, ja, Bert, het is, wordt meer uh, Weerman Bert dan Markt-Update, uh, Bert. Vakantieman Bert. Ja, ik vond het wel erg leuk om te horen. Dus ja, hoe de week van Bert is, dat horen we straks. Nou, de week van Peet is heel goed. Die stuurt alleen maar foto's door dat hij met zijn voetjes omhoog ergens uh, in, in een Portugees. Wijn. Uh, hoe noem je? Ja, Wijnweiland wilde ik. zeggen. Wijngaard, wijn Wijngaard, wijn ja. inderdaad. Ja. <laughs> uh, ligt die zit lekker Portugese wijntjes uh, te drinken. Blijkbaar haalt hij zelfs aardappeltjes uit zijn eigen tuin daar. Ja. En die gooit in de oven. We hebben nu zo'n zo'n voedseltopic hè. Ja. Allemaal recepten komen daar langs. Het vermoeden is dat hij nooit meer terugkomt. Ik, nou, 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 het zo, het zo zomer, geef hem eens ongelijk. Het zou zomaar eens kunnen. En inderdaad, Geef hem eens ongelijk, als je ziet waar die, uh, waar die vertoeft uh, deze twee weken. Nee, ik denk dat het leuk is om uh, hoe was de week is te gebruiken... om uh, mijn twee co-hosts uh, voor te stellen. Daniel, laten we beginnen met jou. Daniel Mol, redacteur bij onder andere de Cryptocast. Maar ja. bij nog wel uh, meer, sowieso de technoloog natuurlijk. Ja, er Digitaal, radioprogramma en uh, Nexus. En Nexus, dus podcast. jullie nieuwe, nieuwe podcast daar. Ja... ja um, het is natuurlijk wel een perfecte week om jou aan tafel te hebben, uh, want er is nogal een en ander gebeurd bij BNR als het gaat om. Nou ja, er is eigenlijk niets gebeurd qua de FM frequenties en dat is maar goed ook. Maar um, ja, hoe was de week? Zou ik ja, eens, nee, dit, is, dit is wel iets langer geleden dan een week, maar ik ja, ben wel echt. Ja, gegeven. deze maand uh, wel tien jaar ouder geworden. Ja. Um, maar ja, even nadenken ja, wanneer. Nou, ergens deze maand uh, Zoals was. Dus even opzoeken. Was dus de uitslag uh, van de FM veiling dat hing als een soort zwaard van Damocles, hing dat al maanden boven BNR. Uh, want die FM-veiling ging komen. Kink had dat afgedwongen. En we gingen opnieuw veilen om de FM-kavels in Nederland te verdelen. Want die zijn namelijk in de handen van de overheid. 7 juli was het trouwens dus twee weken terug. Ja, nou ja, goed. Um, op die dag zelf uh, was ik in de sportschool. En toen om kwart voor elf kregen wij te horen dat om tien over elf, tien over twaalf. Nee, kwart voor elf kregen we te horen. Ja, dat het om tien over elf de uitslag kwam. Ja. Nou ja, sindsdien uh, dan heb je je hart in je keel. Want het is wel, ik bedoel, als we die veiling hadden verloren. dan... Ik bedoel, dan kunnen we natuurlijk wel de cryptocast bijvoorbeeld nog blijven maken als podcast. Maar de, de glans gaat er wel een beetje vanaf. En Dus in dat uurtje sportschool heb jij PR's gepompt, natuurlijk, ja, voor de spanning en de ja, adrenaline? De, ja, wel ja. van in ieder geval hartslag uh, PR's. Nee, dat was wel even spannend. En uh, toen inderdaad bleek dat we hem hadden, uh, wel echt heel veel geld betaald, uh, dat is ook gewoon allemaal algemeen bekend. Dus mm. ik ben hier niet bedrijfsgeheim aan het lekker, maar 7,4 miljoen betaal je dan voor zo'n frequentie. En de, de overheid heeft hier van tevoren allemaal onderzoek naar laten doen. En dan is de waarde vastgesteld van die frequenties. Die waarde voor dit kavel waar BNR op zit, waar je dus alleen nieuwsradio op mag maken, die was nul. Ja. Want je verdient er niet echt geld mee. Nou, 7,5 miljoen uh, betaald, omdat er een concurrent uh, ook nog was. Ja, dat uh, het maakt het allemaal toch wel spannend. En dan, ja... Uiteindelijk blijft alles hetzelfde, maar het is wel uh, best heftig. Ja. Ik zag sowieso dat de overheid volgens mij uh, goed geld heeft verdiend, veel meer dan ze verdiend uh, verwacht hadden uh, bij alle, alle kavels. Dat is volgens mij ook bij de andere zenders echt flink uh, opgeboden. Ja, ja. Weet je wat er vorige keer dan is betaald? Nou, dat was in 2002 of zo. Uh, dus dat is echt uh, dat was een compleet andere tijd. En ik weet niet precies meer wat er wat we toen wat er toen betaald is, maar ja nu hebben we dus zeg maar, op ons kavel was al aardig veel concurrentie maar ook uh, DPG en uh, Talpa en het mediahuis de echte drie grote mediapartijen in ja. Nederland die hebben ook echt als een malle tegen elkaar op zitten te bieden ja. voor die ongeklausuleerde kavels dus de kavels waar je lekker hitjes mag draaien en heel veel geld mee kan verdienen ja dat is gewoon ik vind zeg maar vanuit media perspectief vind ik het heel interessant om dat allemaal te volgen maar als het om je eigen bedrijf gaat en ik vind BNR een superleuke club Waar, je, waar ik het heel erg naar mijn zin heb. En als ze dan een soort van het bestaansrecht bijna... want dat is die FM-frequentie mm -hmm. eigenlijk wel... is dat bestaansrecht dan een beetje op het spel komt te staan... tenzij je heel veel geld betaalt... Ja, dat, is, dat is toch een gekke situatie of zo. Ja. En, dus, uh, ja. Zoals je zei, je, je ziet het al maanden aankomen natuurlijk... of waarschijnlijk jaren... maar je wordt daar dan ook in voorbereid of in meegenomen? Ja, we hebben wel... Als je verliest, dan... dan... Moet je een andere baan gaan ja, zoeken? Ja, er was wel heel veel duidelijkheid... Dus BNR heeft wel heel veel duidelijk, duidelijkheid gegeven over dat... Stel je voor, we zouden de frequentie verliezen... dan zouden er echt dan zouden er heel veel dingen gaan veranderen. Wat, gewoon een, een reorganisatie zou er dan komen, echt een grote. Um, ja, en da daar, hoe dat eruit zou gaan zien, dat weten we natuurlijk niet. En dat gaan we ook nooit weten. En... Ik maak dan allemaal dingen in het tech-domein die ook nog een sponsor hebben. Uh, dus op zich verdienen wij geld en kosten wij geen geld. Dus in feite zou je door kunnen gaan. Maar het wordt natuurlijk wel een stuk... podcast, heb je het dan over? Ja, hè? Die, ja, ja. ja dus technologisch best wel een populaire podcast met een sponsor. Nou ja, daar hebben we BNR in feite niet voor nodig. Nee. Uh, en BNR zou dan ook wel doorgaan als podcastbedrijf. Dus dat, ja, het was gewoon een heel spannende periode. Maar nu heb ik zomerstop. Nu hoef ik aan BNR Digitaal bijvoorbeeld niet meer te denken. Aan een de Nexus hoef ik niet meer te denken. Dus ik kan nu gewoon weer dingen. Lezen, de tijd, lekker een boekje lezen, weet je wel. Oh, ja, heerlijk. Heerlijk. ja, dus dat. En, Leuk om je er nog even bij te hebben. En, zeker. En, en voor de mensen, uh, jij doet de redactie van al die podcasts. Hè? Dus je, uh, met de CryptoCast werk je natuurlijk met Herbert, met de ook met Herbert ja, en met Ben, en ben van den de Burg. Ben. Um, ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik was een tijdje terug bij de Technoloog en ben natuurlijk bij Herbert ook vaak zat geweest. Van hoe is het nou überhaupt om, om redacteur van een podcast te zijn? En ik ben helemaal wel benieuwd hoe het, hoe het is om met, met ome Herbert te werken. Uh, het, het is natuurlijk, ik, ja, je, ik zie hem op Twitter, het ene moment is hij zijn slak aan het voeren, het andere moment race hij op zijn uh, eenwieler door heen. Door, door uh, en in de tussentijd maakt hij nog wat podcasts. Zeg maar wat is jouw, wat, wat is een, wat nou eigenlijk een rol van een redacteur überhaupt? En, en, en hoe vullen jullie dat in bij, uh, bij BNR? Het verschilt een beetje per podcast. Dus uh, de Cryptocast, bijvoorbeeld, ben ik wel eigenlijk bijna inhoudelijk helemaal, uh, helemaal verantwoordelijk. Ja. Um, bij BNR Digitaal, dat is ons radioprogramma... doe ik het samen met Joe van Buurik... en dan is Ben van den Burg co-host. Uh, daar doen we het wat meer met z'n drieën... en vooral Joe en ik veel ja. uh, redactie. Dus dat verschilt. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk... ik, ik doe de, de onderwerpen bedenken, de voorgesprekken voeren... eigenlijk helemaal zorgen dat het... tot, op het, tot op het puntje dat iemand gaat zitten in de studio... zoals wij nu zitten... dat dat allemaal gewoon geregeld is... Ja. Uh, en dat moet wat goed zijn. En je moet weten welk verhaal je gaat krijgen. En uh, nou ja, laatst hadden we bijvoorbeeld in digitaal hadden we iemand van ASML in de studio. Ja, ja dat, dat is natuurlijk wel een verhaal. Dat, dat moet gewoon staan. En ja. dat moet 22 minuten op de radio moet dat interessant zijn. Dus je moet er een opbouw in schrijven. En, ja. en hoe het is om met Herbert te werken? Ja, ben ik ook wel benieuwd. Ja, dat ik, is... ik ben nog wel even benieuwd. Want bijvoorbeeld de DNB hebben jullie ook te gast gehad. Ja, de DNB. Ja. En ik neem aan goed, dat ja, netjes. dat netjes zonder lid wordt. Sorry. Ja. De 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 Nederlandse ja, ik, ik klim altijd in de of ik stap altijd in de pen, hè. Ja. Dus, uh, het gaat bij ja, mij. Ga je ook niks aan doen? <laughs> ja. Nee. Um, die zijn ook niet heel graag met hun verhaal naar buiten brengen natuurlijk. Dus daar gaat ook waarschijnlijk wat voorwerk in zitten. En, ja. en spreek je dat dan van tevoren af allemaal of regel jij van nou dit zijn de vragen? Uh, nou, ik doe dan altijd een voorgesprek. Dus in het geval van DMB is dat dan heel belangrijk dat je een voorgesprek voert. En dan zit er ook uh, Tobias Audijans, een van hun woordvoerders die al heel ervaren is. Dus die zit er dan bij en die zit dan, uh, ja, als ik me iets niet aanstaat, dan fluit hij je terug, zeg maar. Dan is dat het, dit gaan we niet behandelen of dit. Nou, dat is een beetje een spel tussen woordvoerder en journalist. Want ik wil natuurlijk alles kunnen vragen uh, en ik zou het liefst ook. Dat is ook de reden dat we het bijvoorbeeld helemaal niet hebben over het crypto-toezicht. Dat hadden we afgesproken met DNB. Ja, dat is een ander onderwerp. Dat willen we heel graag doen, maar als wij ze zomaar vragen gaan stellen over dat toezicht, ja, dan komen ze niet. Dus ja. ja. Zo, dus... Nou, en op zich, daar valt ook wel wat voor te zeggen, omdat je natuurlijk bij dit soort partijen is ook vaak gewoon, want dit was die aflevering over CBDC's dan ja, waarschijnlijk. Ja, met Inge van Dijk. Ja, daar is iemand anders gewoon verantwoordelijk voor toezicht, zeg maar. Ja. Dus het is ook een beetje, ik kan me voorstellen dat je als luisteraar soms denkt van ja, jeetje, je vraag het gewoon. Ze zijn toch allebei van DNB. Aan de andere kant is het ook een beetje flauw als... Ja, de ene persoon met de ene portefeuille naar de studio gelokt wordt. En die krijgt opeens allemaal vragen over een portefeuille waar diegene niks van af weet. Ja. Dus een hele uh, is grote is niet zo... organisatie natuurlijk. Ja, ja, zo, en je, ja. Je, je moet ook een beetje. Het is in die zin echt een spelletje. dat Je moet een band met elkaar opbouwen, je moet elkaar een beetje leren vertrouwen. En bedoel, ik zou het liefst morgen heb ik DNB in de studio om ze helemaal door te zagen over de toezicht en wat er allemaal is misgegaan. Alleen, dat kan niet. En helemaal bedoel, als BNR heb je een goede naam. Alleen. De Cryptocast, ja, weet je, als zij moeilijke vragen gaan, gaan krijgen, dan komen ze liever niet. En dat is, ja, dat is iets, ja, een beetje een. Het lijkt wel journalistiek, ja okay? Het lijkt net echt. Uh, journalistiek, echt ja. 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 Ah, je moet er een beetje balans ja. in vinden, want op een gegeven moment kom je ook op een punt dat je zegt van ja, kom dan, maar niet. Weet je, dat punt is er ook ja. ergens natuurlijk. Ja, van, nee, ja, ik heb, nee dat heb ik ook heel vaak. Ik heb denk wel uh, vijftien verschillende keren aan Tobias gevraagd: uh, kom het uitleggen in de studio, ja. uh, jullie zijn welkom. Uh, en dan. Dan wordt het of gelijk nee gezegd, of hij kit het helemaal dicht. Mm. Uh, en dat is, dat is dan weer zijn werk en zijn ja. goed recht in principe. Alleen dan is het geen interessante interview meer. En met die CBDC's vond ik het wel. Nou ja, er staat er wel dingetje in wat eigenlijk gewoon echt nieuws was. Zeker. Uh, ja. En dat hebben we best goed uh, eruit weten te vissen met, met Bert Zijn. Denk je dat het voor hun eigenlijk meer een last is dat ze bij jullie op bezoek komen? Of hadden ze nu wel een goed verhaal om bijvoorbeeld mis de wereld uit te helpen. Nou ja, kijk, ze maken zich dus wel zorgen, omdat ook een deel van onze luisteraars, een deel van de cryptowereld, is natuurlijk best wel sceptisch over die, uh, over die CBDC's. En dat is, dat is ook voor een deel terecht, maar er, er gaat ook heel veel onzin rond in die wereld. En uh, ja, dat is dus, ik denk dat in die zin is het in hun belang dat ze het komen vertellen. Aan de andere kant vind ik DNB is ook gewoon een instituut, een publieke instituut die best een belangrijke rol vervult in Nederland. Ja, die die vind ik dat je die, als journalistiek moet je die ter verantwoording kunnen roepen en dan horen zij eigenlijk ook te komen. Hoeft niet altijd, want dat doen ze niet altijd. Maar ja, dat is het wel. Ja. En ja, als je vraagt hoe het is om met Herbert te werken, dat is eigenlijk uh, alles wat je op Twitter ziet, krijg ik dan ook soms nog in mijn signal extra. En, uh... ja, nog meer uh, slakken. Ja, en uh, ik ben heel erg op de hoogte van als hij weer een of andere berg op zijn tax heeft gereden. Oh, dat ja, vind ik altijd is, leuk om, is met om het te wateren. natuurlijk. Hè? Ja, ook nou, natuurlijk. Uh... Het is heel makkelijk werken met Herbert. Dat is echt heel chill. Voor mij had hij laatst een valspeler gespot. Ja. Hij ging veel te snel de berg ja. op. Dat, dat ja, hij heeft gewoon een wattage getrapt. Dat hij kan echt. Hij nee, heeft maar... een boormachine op zijn as vastgemaakt of zo. Om nog harder te oh. kunnen fietsen. Oh. Ja, goed om te horen. Aan de andere kant heb ik hier Tom Stamme zitten. Tom, jij bent natuurlijk vriend van de show, heb ik erbij geschreven. Daniel ook. He, maar Tom ook meer. Bij, maar Tom net wat meer. Nee, Tom is een oudere vriend van de show. Een laat oudere, ik zou zo ja, zeggen. Ja, ik, um, even goede vrienden verder. Ja, nee, ik was uh, toevallig gisteren met uh, uh, Arnold van Bitcoin Magazine. NL, Arnold Hubach, uh, die, is, um, die was hier op de koffie. En we hadden het over vroeger. En toen op een gegeven moment ben ik op ons Twitter-account met Wijnand vroeger, de. de andere oude host die uh, waar het overigens goed mee gaat, die sprak ik deze week voor de mensen die daar nog in geïnteresseerd zijn. Wat er best wel veel zijn, want ik krijg nog wel eens vragen: Het gaat goed met Wijnand, hij is vader geworden en hij wordt voor de tweede keer vader, dus uh, dat uh, gaat allemaal heel goed met die jongen. Ja, als je stopt met crypto, dan, uh, dan uh, precies. <laughs> Moe je wat, leven moet je wat anders gaan doen. Nee, um... Ja, en ik maakte dus met Wijnand altijd een fotootje met de ja. gast. Dat deden we in de lobby van, uh, van PwC en dan altijd een fotootje. En we hebben ook een fotootje met Tom in onze uh, was dat. dat is toch wel grappig. Dat is inmiddels ook alweer, ja, wel toch al vier jaar terug of zo. 2018, jaar kerst. Ja. ja. En toen ging het over lightning. Terugging in de Lightning. Ja, ja nou, smerig vroeg ja, zouden we hier ja, zeggen. Ja, denk ik. Ja, daar hebben we je al een keer wat veren voor in je achterwerk gestopt. Dus dat gaan we nu niet nog een keer doen. Maar dat is wel waarom jij een oude vriend van de show bent. Natuurlijk ook in Miami was je ook mee met de club. Dus dat was hartstikke leuk. En je werkt bij Betonic. Natuurlijk ook uh, een uh, ja. vriend uh, van de show. Jullie sponsoren de Noodzaak al, uh, al jaren. Dus als ik daar weer eens een videootje maak, dan uh, wordt het mede mogelijk door. Uh, de vrienden bij Betonic gemaakt. En Connect the World natuurlijk. Uh, dus, uh, CryptoCast, hallo. Cryptocast inderdaad. Dus ze zijn uh, via allemaal uh, wegen uh, kennen wij elkaar, zijn we met elkaar in contact. Dus ik was wel benieuwd. Hoe was de week bij Betonic uh, deze week? Waar, waar zijn jullie uh, mee bezig? Waar ben waar jij mee bezig? Zijn we zijn bezig met bitcoin. Ah, is, dat is een heel leuk, heel leuk dingetje. Misschien kunnen we het daarover hebben. <laughs> Gaan we zeker doen. Toevallig zijn we onlangs um, begonnen met een, een reclamecampagne. Ik weet niet of je hem voorbij hebt zien komen, maar op de, de website zelf van BitTonic en Bitcoin.nl komt ja. een mooie pop-up. Over dat je je niet zozeer gek moet laten maken door alle hypecoins. Op Bali. Op Bali inderdaad, je, je earnings multiplyen. Zodat je, zoals je de Vinfluencers de allemaal wel ziet zeggen op YouTube en zo en TikTok. Dus dat is wel leuk, dat ja. we ons ook een keer laten horen. Want we zijn natuurlijk vaak op de achtergrond, we zijn gewoon lekker aan het bouwen met Bitcoin bezig. Maar ja, dan sneeuwt het verhaal wel eens een beetje onder. Um, dus dat is gebeurd. Dat is een lang proces van wat wil je nou naar buiten brengen. Ja. Wie is er op het idee gekomen om het zo in te vullen? Um, ja, dat is met een, met een bureau gegaan. Dus oh, ja. dan ga je zitten van ja, wie zijn jullie eigenlijk en, en wat doen jullie, wat willen jullie inderdaad naar buiten brengen. Ja, en dan is het gewoon een beetje vervelend. Ik denk dat veel mensen wel weten, wij zitten er echt alleen in voor bitcoin en hebben wat minder met de andere muntjes. Dat wil je niet als een soort vervelende boodschap natuurlijk naar buiten brengen. Dus het moet een soort ge gebalanceerde boodschap zijn. Nou, en dan ga je dus dat hele proces door. En hoe wil je dat, zeg maar, dat noemen ze dan je identity. Hoe wil je die vorm geven? Dus dan komen er ook andere uiterlijkjes bij en andere verhaaltjes. En dat we dat, daar meer op moeten gaan focussen. Uh, wat maakt ons uniek? We hebben natuurlijk een tijdje geleden ook een documentaire uitgebracht bijna een uur van het hele ontstaan van überhaupt de Bitcoin-markt in Nederland. Ja. En bitonic zelf. Um, en we zijn ook achter de schermen bezig met nieuwe producten. Um, die komen sowieso dit jaar. Ja, het is altijd ik ben even aan het af afkloppen. Voor vier vijf minimaal. Q5, ja. um, waardoor we het ook voor de beginnende bitcoiner wat makkelijker maken. Want dat is natuurlijk wel nog een beetje een ding bij ons. Je moet een Bitcoin-adres hebben. Of iets van Bitcoin weten, wil je bij ons aan de slag kunnen. En ja, jullie zijn geen custodian. Nee, precies. Nee. nee. Dan zou je even op de beurs aan de gang kunnen. Maar dat is ook een beetje soms te indrukwekkend voor beginners. Ja, ja. Dus we hopen daar met een nieuw product wat, uh, ja, wat ingang te kunnen geven. Ja, ik ben, hier, ik ben heel benieuwd. Ik uh, gebruik Bits nog steeds met veel plezier. Elke maand. Um, ja, het is dus een leuke we... campagne. Ja. Ja, dankjewel. Ja, nou, top. Nou, Is dat een en, beetje, met, ja. en met z'n drietjes gaan we er eens even een prachtige uitzending van maken. Dus uh, we hebben wat leuke dingen op de agenda staan. Uh, zoals ik zei, er komt ook gewoon een marktupdate update aan voor de mensen die uh, willen weten hoe, het, uh, hoe dat allemaal weer in elkaar steekt. Ik heb hem al gehoord en het was een rustige week uh, volgens Bert, maar hij heeft er toch weer een paar leuke draaien aan kunnen geven. Dus um, ja, ga die sowieso luisteren. Eerst nog een paar andere dingen. Ik wil graag, uh, nou, straks komen we daar wel verder op terug. Maar uh, ons sponsorrondje, Amdax is er weer bijgekomen. Volgens mij heb ik dat vorige week ook gezegd. Maar ik denk, doet het voor de zekerheid nu nog een keer. Want ja, ik kan beter twee keer zeggen dan nul keer met, uh, met, met dat soort zaken. Nee, maar zonder dolle Amdax is al een jaartje sponsor geweest. Even een jaartje ertussenuit uh, geweest. En zijn nu weer terug. En daar zijn we ze erg dankbaar voor. Want dan kunnen wij gewoon weer, ook weer een jaar verder met deze podcast. Um, ja, en uh, soms komen er mensen uh, en partijen en soms gaan er mensen en partijen en uh, we nemen afscheid van Bloks en BTC direct. Um, helaas, maar ja, dat, uh, dat is zoals het is. We willen ze wel echt bedanken voor de afgelopen jaren. Uh, eigenlijk vanaf het eerste uur uh, sponsor en uh, um, ja, hebben ons heel erg, uh, heel erg op weg geholpen. En uh, altijd leuk om in Nijmegen op de koffie te zijn of uh, met de biertap daar uh, langs te komen. Dus uh, Mike en Davy, thanks daarvoor voor al die jaren. En uh, hopelijk uh, tot snel weer, uh, weer een keer. Um, dan zal ik nog een nieuwtje langskomen van Finst. Dat is een andere sponsor. Ja, zo, zo gaat dat. hè? Zo, zo sponsor rond Nee, maar Dit zijn wel even belangrijke dingen om te noemen. Waarom? Um, nou, we kregen wel eens vragen. Dat was bij Bloks trouwens ook zo. Van joh, uh, ja, je kan uh, niks depositen en niks withdrawen. Je kan geen opnames doen en je kan geen stortingen doen. Dus je kan je crypto er niet van afhalen. ja. Dat is voor een crypto-partij toch wel um, heel belangrijk. Is toch wel een beetje. Uh, uh, ben ik het ook wel mee eens? Uh, um, ja, hoe noem je dat? De, de afdronk daarvan. Uh, en ik zag uh, bij Finster een berichtje langskomen dat vanaf vandaag volgens mij de deposits openstaan. En dat dat met de withdrawals binnenkort ook gaat gebeuren. Dus ze hebben die functie uh, toegevoegd. Ze hebben de feedback ter harte genomen. En. Uh, ja, worden nu dus ook uh, ja, noemen dat volledig crypto proof, of zo, als je dat op die manier uh, wil zeggen. Nou, gaan we door naar een andere exchange. Geen sponsor, overigens. Maar uh, wel even belangrijk om aan het begin van de podcast te noemen. Uh, Binance moeten we het even over hebben. Binance uh, vertrekt uit Nederland. Nou, dat, hebben, dat weten we allemaal inmiddels wel. Ik zag ook, ik had net even ingelogd. Uh, dat je inderdaad automatisch over kan stappen naar CoinMerse. Nou, dat hebben we ook al behandeld. Dat wisten we ook. Uh, de tijdslijnen zijn ook niet veranderd. Uh, dus die hebben we ook al een paar keer uh, uh, besproken. Die kunnen we nogmaals uh, eventjes noemen. Dat ging om 17 juli, dus dat is drie dagen terug. Zijn eigenlijk ja, de laatste funct functionaliteiten van Binance gesloten voor Nederlanders. Dus daarvoor kon je nog wel een beetje handelen. Weet ik het allemaal. Nu kan je eigenlijk niks meer. Behalve je crypto opnemen. Maar wat is er nu veranderd en waarom moeten we het er toch weer over hebben? Nou, omdat in de eerdere berichten stond: vanaf 17 juli kan je niet meer handelen, je kan niet meer kopen, je kan geen euro's meer storten, je kan niet meer traden, je kan niet meer uh, met je crypto-creditcard uh, aan de slag. Maar je kan nog wel je Bitcoin en je andere crypto-muntjes van het platform afhalen. Anders gezegd, de withdrawals blijven open. Ja, en daar komen ze nu toch een beetje van terug met toch wel bewoordingen Waarvan wij dachten toen we het aan de vo yeah. uh, vooraf lazen: van nou haal het toch maar af en zo snel mogelijk, alstublieft. Uh, wat zeggen ze? In this email, we urge you to withdraw all your digital assets from your Binance account before August 17, 2023. Want zeggen ze: if you have not withdrawn your digital assets from your Binance account before August 17, 17. Binance reserves all rights to take appropriate action required to leave the Netherlands, including closing your individual Binance wallet and deeming your Binance account as a dormant account. En dan zeggen ze wat dat betekent dat. Nou, dat wordt allemaal geclosed. Dus as a result, you will have a contractual claim corresponding with the number and type of digital assets that were held in your Binance account. After which you can only. Het komt erop neer, je hebt nog wel recht op je muntjes. Maar als ik dit zo lees, zou ik toch maar zeggen, jongens, haal het eraf. Het klinkt als gezeik. Ja, het precies. lijkt er een beetje op alsof ze de withdrawal knop weghalen of ja, zo. Dus dat gegeven, je het ja. niet meer eraf krijgt. Dus dan moet je misschien een, een aangetekende brief gaan schrijven ja. of zo. Met. hé, hey, ik had daar nog muntjes staan. Ja. ja. Hoe en dan, krijg je er vanaf? En dan lees ik ook een beetje dat, dat je dan misschien, weet ik, vind, dit is een, uh, speculatie hoor. Maar dat je dan je eurowaarde terugkrijgt in plaats van je muntjes omdat, omdat ze hier zeggen: um, uh, Contractual claim with a number. Oh nee, ja. ja het zo. Ik vind het. Um, ja, ze zeggen natuurlijk ook nog dat ze nog over die claim. Daar komen ze binnenkort nog met meer informatie. Ja. Je zou zeggen: ja. ja, doe dat dan meteen. Ja. Of wacht ja. even met deze mail. Ja, ja, het ik komt denk dat ze gewoon lekker willen pushen dat iedereen snel zijn centen. Ja, ja van het moet, ze moeten, ik snap op, op zich bijna het ook wel. Zij moeten gewoon verdwijnen uit Nederland. Dus, uh, en snel ook. Dat is nu wel duidelijk geworden. Dat DNB. Uh, uh, is not fucking around. Ja, zou ze, de nee, ze gewoon te horen hebben gekregen van joh, hey, hoe jullie het nu hebben ingericht uh, is niet, niet voldoende. We willen jullie dat jullie echt weggaan en ja. niet een soort van die halve. Maar kan DNB dat wel? We hebben hier natuurlijk geen Simon Lelyveld in de in de house. In de house. Uh, niks te nadelen van jullie of van mezelf. Maar in principe ze hebben geen registratie, dus ze mogen zich niet richten op Nederlanders. Maar dat betekent niet dat je geen Nederlanders mag, mag accepteren. Mm. Dus nu blijkbaar vindt er wel iets van een, een, een drang vanuit DNB plaats. Dat ja. ze de Nederlanders wel echt actief weren van het account. Um, of van het van platform. Ja, maar volgens mij zit het wel waar, dit, waar die hele zaak toch al twee jaar uh, om draait. Voor mij mogen ze gewoon. Uh, ja, de Nederlandse markt. Ja. Ja, je bedoelt niet beetje... Als je zeg maar geen registratie. Slash vergunning krijgt, dan moet je ook daadwerkelijk iedereen weigeren. Dat daar misschien iets van een selectieprocedure in zit. Maar als je niet het hele proces ingaat, dan mag je ze gewoon stilzwijgend, zeg maar, accepteren, ja. zonder dat je je echt richt op die markt. Ja, misschien dat dat voor een wat kleinere exchange opgaat. Maar ik denk dat het bij bijna die twee eigenlijk hetzelfde zijn. Dus als je zo groot bent, dan kan je niet meer op beroepen van, ja, we maken geen reclame in Nederland. Op een gegeven moment heb je gewoon een miljoen Nederlandse klanten. En of je ze nou actief hebt benaderd, ja of nee, dat maakt denk ik dan niet meer zo heel veel uit. Omdat je de facto gewoon de Nederlandse markt bedient. Ondanks dat je, je er misschien niet op gericht hebt. Maar gewoon omdat. Ja, je er is ook wel een periode bent. gericht dat ze zich daadwerkelijk oh, op de Nederlandse markt hebben gerest, ja, maar, ja, Maar ja ik nou, denk ook, ik denk misschien ook dat ze en dat is het laatste stukje speculatie dat ze ook gewoon nu nog in de mindset zitten van laten we hier geen enkel risico meer meenemen ja. in plaats van dat halve het fijne systeem wat ze wat ze een soort van hadden bedacht en dat je dan nu gewoon met een paardenmiddel uh, dit, dit nog moet gaan doen ja het misschien is misschien te... met het oog nog dat ze wel ooit willen terugkeren dat ze zeggen nou ja. we zijn er helemaal mee gestopt we gaan het nu met een schone lei gaan we het nog een keer proberen ja precies vraag ja. me af hoor. Ja. Ja, nee, onder Mika gaan ze natuurlijk terugkeren en dan gaan, moeten ze dus ergens die vergunning gaan halen. En dan, ja. Ja, ja, maar het gaat overal niet echt van een leiddakje voorbij, dus. Zeker niet. Dat is, uh, he, dat is echt wel. woord. Ze hebben met pek en veren Europa uitgejaagd de afgelopen twee maanden. Dat, is echt, dat, had, ik niet, dat had ik niet zo aanzien komen dat dat zo hard uh, zou gebeuren. Anyway, lang verhaal kort, dames en heren. Uh, ben je nou te lui geweest en dacht je van uh, het, het loopt zo'n gangetje wel en we zien het wel? Uh, ik haal mijn uh, coins niet van Binance zelf. ik laat het lekker staan. Ik zou je nu toch echt wel uh, echt aan gaan raden om het uh, eraf te halen. Want dit uh, is gewoon echt niet handig. En er zijn voldoende alternatieven om het uh, naartoe te sturen... of om het in eigen beheer te nemen. Maar laten staan is in ieder geval uh, geen optie meer. All right. Hebben we dat gehad, uh, gaan wij eens eventjes door uh, naar de donaties. Want we hebben er een gehad van Erik, 18.000 sats. En die zegt, weer een operationele noot, dankzij jullie. Waarvoor dank? Nou, vooral dankzij jou, Erik. Dus vandaar een applausje. applausje. Wat leuk. Yes. Ja, die, we kunnen hem hier niet zo lekker outfaden. Hè. Dat doe ik normaal. In mijn editprogramma heb ik dat helemaal netjes geregeld. Hier klapt hij er gewoon uit. Uh, het kan wel trouwens met de, of je hebt die veder natuurlijk weggestaan. Ja, nou, we gaan gewoon door. We hebben het applaus gehad en het is net alsof, alsof, het publiek gewoon in één keer naar buiten werd geschoven. Er was geen fade uit. Um, Connect the world. Steph en Ed, die hebben natuurlijk ook, uh, ja, ook deze week weer met iemand gesproken. Deze week met Andrew Badgin over de Blink Wallet. Hebben jullie wel eens van de Blink Wallet gehoord? Nou, volgens mij is dat de rename van ja. Die andere wallet, ja. waar ik wel van had gehoord. En welke was dat? Ja, van Bitcoin Beach, van ja. El Salvador. Ja, Bitcoin Beach wallet inderdaad. Zo heette die ook. Ja, ja. ja want, uh, wie zat er daar nou achter? Ja, uh, Andrew dus, met zijn club. Galoy volgens mij. Die deden de technische uh, implementatie of zo. Maar het is wel super interessant, want Bitcoin Beach wallet... is een van de eerste uh, uh, lightning wallets toch wel. Die, uh, die zijn, uh, ja... En eentje die, die daadwerkelijk gebruikt werd, ja, precies, wat inderdaad nee, niet uh, een soort hobbyprojectje was. Die werd inderdaad, uh, en ik snap wel dat ze een beetje uh, geswitcht zijn uh, van naam. Ik heb de podcast nog niet geluisterd, maar ik kan me voorstellen. Ja, ik had altijd een beetje zoiets, Het was wel werd wel gebruikt, maar Bitcoin Beach. Wel, het klinkt toch meer als iets wat je vooral op Bitcoin Beach gebruikt of zo, en niet op de rest van de wereld. Ik was, ja, kies dan zelf liever voor iets met een toffe naam als Zeus, wat natuurlijk wel triest is. Maar wel, zo werkt het menselijk brein nou eenmaal. Uh, dus vandaar, Blink Wallet. Uh, wil je daar meer over weten? Over een van deze. Of ja, over een van de eerste Lightning Wallets eigenlijk. Want dat is het. Uh, luister dan snel. Connect the world met Het op Spotify, op Apple Podcasts en op YouTube. En uh, op Fountain. Hè. Value for value, dat is helemaal de shit. Als je nou echt smerig rijk wil worden, morgen beginnen met Value for Value. Ik. Het is niet normaal. De sats liggen voor het oprapen. Ja, echt. <laughs> ik struikelde hier net bijna erover. Ja, je, het is niet hebt... normaal. We hebben twee jaar geleden value for value aangezet. Nou, ja. het, het is ongekend. Het is echt... Uh, ja, het is dat er maar 21 miljoen zijn. Anders hadden we er al 42 miljoen gehad. De, uh, bitcoins hè, heb ik het dan over. Mm -hmm. ja, ja, hele. Is, uh, ja, hele bitcoins. Het <laughs> is ongekend. Um, ja, gaan wij gewoon door naar de marktupdate? Dat lijkt me goed. Uh, ja, ik, ik hoef verder niet veel te introduceren. Ik geef uh, bij deze gewoon uh, de microfoon uh, door aan onze eigen razende reporter Bert Slachter vanuit Noorwegen. Bert, kom er maar in. Goedemorgen, luisteraars van Satoshi Radio. Hier Bert Slachter, uw reporter in Noorwegen. Er is wel even wat anders in de studio bezig. Dus ik zit hier aan de oevers van Lusna, een meer in het Gudbrandsdal in Zuid-Noorwegen nog. Eergisteren zijn we aangekomen hier in Noorwegen met de boot. naar Christian Sand gevaren. Hartstikke leuk natuurlijk. Beetje, een beetje schobbelen, een beetje wiebelen. Een beetje misselijk, maar het ging goed. Zeven uur gereden inmiddels. We zijn op weg naar het noorden, naar Lofoten, Westerolen en Senja. Dat ligt echt nog, euh, nou, 1800 kilometer of zo noordelijk ten opzichte van Christian Sand. Ja, dat is een groot land, jonge Noorwegen. Dat realiseren wij ons als Nederlanders soms niet te denken van ja... Als je daar eenmaal bent, dan rij je daar een rondje. Maar dat is nog een fors land. En misschien gaan we nog naar Tromseu. Um, en het hangt allemaal een beetje af van het weer. Want het is hier... Ze zeggen dan... En, en ik volg een paar van die uh, meteo-gekkies. Zoals wij Bitcoin-gekkies zijn, heb je ook meteo-gekkies. En um, die zeggen dan... Uh, ja, het is nu typische uh, zomer. Wisselvallig en koel cool in Nederland ook trouwens. Nederland, Engeland, Noord-Duitsland en Scandinavië. Ja, ongeveer anderhalve week geleden is het weer omgeslagen van heel warm zonnig naar ja, wisselvalliger. En dat blijft in ieder geval nog een paar weken. Dus wij gaan. Ja, ik echt als een soort van professionele um, uh, weerman ga ik de kaarten bekijken. En dan gaan we een beetje zo hoppen van de ene van de ene. Zonnige of, of een relatief goede plek naar de andere, en het lijkt nu volgende week daar in het noorden goed weer te worden, dus dat gaan we daar eens even heen. Um, Opportunistisch reizen noemen we het. Tot nu toe pakt het goed uit, trouwens. Want in West-Noorwegen, waar we eigenlijk eerst heen wilden, daar um, regent het nu en is het koud, en wij hebben tot nu toe zon gehad. Ik heb gisteren en eergisteren een klein loopje gedaan. 500 hoogtemeters, daarachter is een berg, daar ben ik even opgerend. Even rustig opwarmen voor het echte werk. Dus um, nou ja, dat is even mijn vakantie-update. Laten we naar de markt-update gaan. En dan heb ik deze week nogal wat te vertellen. En dat komt niet door de afgelopen paar dagen. Want ja, daar gebeurde heel weinig. Maar ja, eigenlijk precies een week geleden. Hè. Want we, voor de vorige uh, aflevering die namen we op op um, woensdag, woensdagmiddag omdat Peter namelijk op donderdag zou gaan rijden, is gaan rijden naar uh, Portugal. Um, maar die donderdag, precies een week geleden, 13 juli, gebeurde er iets. Toen kwam um, er nieuws over de zaak tussen de SEC en Ripple. Um, en vorige week hebben we het gehad op woensdag over die marktcyclus. Hè. Weet je nog? De, de, um, de, de, de verschillende emoties waar de, de, de markt in zijn geheel als collectief doorheen gaat. Um, en we zijn dan nu aangekomen bij de fase van moedeloosheid en hoop. Misschien, die wisselen elkaar af. Tussen hoop en, uh, en wanhoop of zo, zeggen ze. Dat is hoop en vrees. Um, nou, dat, dat, dat geldt wel voor deze tijd. Een tijd die best lang kan duren ook. Um, en donderdag kwam er nieuws. De SEC, de Amerikaanse beurswaakhond versus Ripple. Het bedrijf Ripple Labs. Het bedrijf achter het Ripple token of XRP. En um, daar, dat was... Een, Opvallende bijzondere uitspraak. Um, rechter Analisa Torres, die, ja, die, die leidde die zaak. En um, daar stond één een, een zinnetje is daarin redelijk centraal. Namelijk, ik zal hem even voorlezen, XRP, as a digital token, is not in and of itself a contract, transaction or scheme. En dat staat dan tussen quotes, dat wordt dan gequote, uit de um, uh, securities law um, is not in and of itself a contract, transaction or scheme that embodies the Howie requirements of an investment contract. Dus, en dus haar, haar punt is, hè, zij zegt: um, Een digital token, een digitaal token, is niet per definitie een security. Het hangt helemaal af van de omstandigheden waaronder een token wordt aangeboden. Ja, dus dan heb je het over de marketing, de propositie die wordt gedaan, um, verkocht, de manier waarop het wordt verkocht en de manier waarop het wordt verspreid, ja, de logistics ervan. Um, en dat is interessant, want dat betekent dat je dus niet één catch-all uitspraak kunt doen over alle cryptoactiva, over alle tokens, over alle digitale assets, um, maar dat je moet kijken. Naar de omstandigheden waarin, waaronder zo'n um, token wordt aangeboden, verkocht en verspreid. En ik heb het daar wel vaker over gehad: over dat we moeten oppassen met crypto assets, met alle crypto assets op één hoop gooien, op één grote hoop gooien. Um, het gaat, ik zeg, heb het dan over crypto als crypto en crypto asset, of crypto als verschijningsvorm. Uh, het, gaat, het gaat er dan om. Wat vertegenwoordigt nou zo'n crypto asset? Kijk, wat maakt iets een crypto asset? Dat is wat mij betreft dat het een digitale bezitting is die je kunt bewagen, hebben en overdragen. Onafhankelijk zonder tussenkomst van een centrale partij, centrale autoriteit. Ik kan peer-to-peer -peer iets digitaals aan jou geven. Of ik kan iets digitaals voor honderd jaar bewaren. Zonder dat je op een of andere manier afhankelijk ben van de centrale partij. Maar je bent natuurlijk wel ergens van afhankelijk. Je bent afhankelijk van het bestaan van digitale computers, van het internet, van elektriciteit, van de open source software waarin. Uh, die, die sleutels worden bewaard, of hè, de, de, dat, dat er nog bloks worden gemaakt in een blockchain, dat die nog leeft. Je bent afhankelijk van dat de cryptografie nog niet gebroken is. Er zijn wel afhankelijkheden, maar dat zijn geen afhankelijkheden van centrale partijen. Die kunnen censureren, die kunnen afpakken, terugdraaien, tegenhouden. Uh, of kunnen ophouden te bestaan, of uh, en, en die kunnen een bepaalde uh, geografische beperking inbouwen. Hè, dat kan over tijd veranderen enzovoort. Dus dat is wat iets een cryptoactiva maakt. En dan kun je natuurlijk heel debat voeren over met deze definitie welke tokens nou eigenlijk echt cryptoactiva zijn, want een token wat leeft op een netwerk wat niet gedecentraliseerd is, voldoet niet aan de eigenschappen die ik net zei, die ik net noemde. Maar goed, dat is even, dat, dat, is, een, dat is een stap 2-debat. En zeker voor, voor XRP valt er best wat voor te zeggen dat het zo gecentraliseerd is dat je dat eigenlijk niet eens met deze definitie crypto kan noemen. Maar goed, nu is dus oké, okay, je hebt een, een digitale bezitting die, die eigenschappen heeft. En nou is de vraag: wat vertegenwoordigt die digitale bezitting dan? Is dat een aandeel of een obligatie? Ja, dan is het een security. Want die zijn aandelen zijn gewoon in de wet genoemd als dit is altijd een security, onafhankelijk van de verschijningsvorm, onafhankelijk van de onderliggende technologie. In Nederland ook een effect. Een effectenwetgeving valt onder Mifid. Een financieel instrument noemt Europa dat dan. Een stablecoin kan ook. En een cryptoasset kan ook een stablecoin zijn. Wat is het dan? Ja, zou het dan misschien niet beter zijn om het in plaats van als effect of als aandeel te zien, dat je het ziet als valuta of als e-money, zou Europa zeggen. Utility tokens, governance tokens. En dus het gaat eigenlijk min of meer om stemrecht in het geval van governance. En het gaat in, om een soort van ja, toegangsfiche in het geval van utility token. Um, bitcoin, misschien Ether, misschien zijn dat commodities, misschien zijn dat goederen. Misschien is dat vergelijkbaar met uh, goud, koper, olie, gas. Misschien moet je dat zien als. En misschien moet, is het karakteriserende erin dat het een rol speelt in het consensusmechanisme. Dat is namelijk wel een heel specifieke uh, noemer die Mika in zich heeft. NFT's, nog eentje. En nou even, dus ik noem een foute voorbeelden. Um, het maakt heel erg uit. Wat dat crypto asset vertegenwoordigt. Voor wat voor wet je erop van toepassing brengt. Mika, ik noem het net al, die, die noemt dat dus ook. Die, die, die maakt expliciet. Melding van airdrops, van dingen die in een, smart, in een consensusmechanisme een rol spelen. Die, die kun je anders behandelen dan iets wat eigenlijk min of meer een aandeel in een bedrijf is. Dan moet je gewoon voldoen aan de eisen die horen bij het uitgeven van aandelen. En daar heb je ook allerlei varianten in. He, van crowdfunding-wetgeving tot um, aandelen alleen maar uitgeven aan hele grote partijen. Met een minimale inleg tot aan het grote publiek. En daar geldt dan regels voor. Nog even een. Um, soort metafoor. Ja, metafoor hiervoor. Eh, dat is het metafoor van papier. Stel, er ligt papier op tafel. Wat is dat, papier? Maak je wetgeving voor papier? Nee, het hangt helemaal van af wat dat papier, wat erop staat. Eh, is het een brief? Dan geldt briefgeheim misschien als die in een envelop zit en is verstuurd. Is het een tekening? Dan kan het heel veel geld waard worden. Is het een boodschappenlijstje? Nou ja, dat is echt misschien van alle soorten. Papier de minst boeiende, een zwemdiploma. Of is het een contract, je arbeidsovereenkomst, een contract om een huis te kopen. Misschien wel zelfs een aandeel op papier. En afhankelijk van wat er opgeprint is, is het iets. He, iets het is een zwemdiploma, niet omdat het papier is. Nee, het is omdat het... Nou ja, dat kun je dan zien, hè? A of B of zo, weet je wel. En... Um, dat is, dat, dat is belangrijk, ook met die crypto-assets. Het hangt ervan af. Het gaat er niet om dat het een papier is, het gaat erom dat het een contract is voor jouw huis. Dat geeft het bepaalde waarde en brengt het onder bepaalde wetgeving. Um, en rechter Torres, die zegt dus iets soortgelijks. Die zegt, of een token een security is, dat hangt helemaal af van de omstandigheden waaronder een token wordt aangeboden, verkocht en verspreid. Nou, zij voegde de daad bij woord. Zij bekeken een aantal manieren waarop Ripple Token XRP werd aangeboden, verkocht en verspreid. En ze zegt van een deel in dit geval is het een security, en van een ander deel zegt ze in dit geval is het geen security. En daar gaan we het vast, gaan jullie het vast in de, de rest van de show ook nog even over hebben. Dus dat zal ik lekker openlaten hoe dat dan zit. Maar waar ik het even over wil hebben is dat dat betekent dat deze uitspraak geen algemene of brede uitspraak is over CryptoActiva. Het zegt niks over andere tokens en het zegt niks over andere manieren waarop dit specifieke token is aangeboden. En dat zorgde voor een golf van opwinding in de cryptomarkt. Want dat betekent dus ook, rechter Torres, die zegt dus ook dat Gary Gensler niet, hè, dus de baas van de SEC, niet zomaar met één pennestreek de hele cryptomarkt aan de kant kan schuiven. Dat is ook de consequentie hiervan. Het geeft helemaal niet veel duidelijkheid. Het is, het is helemaal niet een één uitspraak, en nu weten we alles. Het zegt helemaal niks over klassificatie. Het zegt helemaal niks over andere Activa. Maar het zegt dus ook dat Gary Gensler niet in één keer met één uitspraak of één stellingname de hele cryptomarkt het land uit kan jagen. Dat is interessant. Wat gebeurde er op de markt? Altcoins veerden op. Nou, Ripple natuurlijk enorm, die ik geloof die 60 Omhoog sprong of zo, misschien wel meer. Midden staat, geloof ik, 50% hoger dan een uh, maand geleden, anderhalf maand geleden. Dus dat is een beetje, is dus, iets gedaald, maar daar gestabiliseerd. Nou, 50% omhoog, dat betekent dat de markt het ziet als overwinning voor, voor uh, XRP, voor Ripple. Solana flink omhoog, Cardano en Polygon, een beetje ertussenin, Binance het minste. En dat, is, dat geeft het spectrumpje even, omdat je dus blijkbaar, ook omdat de markt natuurlijk. Um, ook begrijpt dat je dus moet kijken naar de omstandigheden. Ja, De omstandigheden waren voor Binance, zijn die voor Binance minder gunstig dan bijvoorbeeld voor Solana. En dat komt ook bijvoorbeeld omdat de manier waarop Solana token aangeboden is. Ja, dat is vanuit Zwitserland gegaan, Solana Foundation en um, aan accredited investors in Amerika alleen en de public sale helemaal niet aan Amerikanen. Dus blijkbaar denkt de markt van ah, bij Solana zitten we wel safe. Hè? Wat, wat het. Token het, het security zijn betreft. En bij anderen misschien niet. Dus je ziet een heel, hele waaier aan uitkomsten voor verschillende altcoins. Ook het Coinbase aandeel ging flink omhoog. Dat is interessant. Ja, dus blijkbaar schat de markt ook in dat de kansen van Coinbase in de rechtszaak hierdoor beter zijn geworden. Bitcoin en Ether redelijk vlak gebleven. Ja, eerst iets omhoog, hè, Bitcoin. Naar de hoogste koers van. Dit jaar eventjes vorige week, vrijdag, geloof ik, 31.800 dollar. Uh, maar al snel weer terug naar de inmiddels beroemde, beruchte, gevreesde 30.000 dollar. En gehoopte trouwens, want het is hoop en vrees. Um, een vraag die ik heel veel kreeg is: Is dit dan het begin van een nieuwe alt-season? Gaan alle alts nu um, veel harder dan Bitcoin, hè, dat wat alt-season betekent? Omdat uh, met deze rechtszaak er een soort goedkeuring gegeven is. Zo, weet je, dat is dan de soort uh, verhalen die je hoort. En dat is wat mij betreft niet waarschijnlijk. En deze fase van de marktcyclus, moeten we echt weer even terug naar de marktcyclus. Daar domineren doorgaans de grote vertrouwde technologieën met een eigen netwerkeffect en een bewezen bestaansrecht. En nou, wij zullen allemaal Bitcoin in die, in die categorie plaatsen steeds meer analisten plaatsen ook Ethereum Ether daarbij um, en dat ja de verwachting is hè, als je kijkt naar hoe marktcyclusen werken maar ook als je kijkt hoe specifiek de cryptocyclus de afgelopen keren gewerkt heeft dan zie je dat dat tot je in de fase van optimisme komt um, dat en, en, en die plaatsen wij bij Bitcoin vanaf het moment dat Bitcoin een nieuwe all-time high gaat neerzetten of daar vlak voor zit, weet je, ontstaat er optimisme. Um, tot die tijd domineren Bitcoin en misschien Ether en niet alts. En daarom even twee kanttekeningen hè, bij, bij, het alts, bij het alts season vraag. Ten eerste moeten we ook maar eerst even afwachten of die stijging doorzet van de afgelopen week. En want heel veel alt's zijn ook wel weer wat teruggedraaid of zijn gestabiliseerd. Dat wil niet zeggen dat er dat geen enkele alt kan outperformen. Hè. Er zijn de best specifieke projecten of munten zijn die het hartstikke goed doen. Could be. Dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Persoonlijk vind ik het ook wat minder interessant, want dat is, hè, daar kom ik zo meteen nog wel even op. Dat is dat is eigenlijk een soort Russische roulette dan. Maar een alt season betekent dat het geheel, het collectief aan alts, outperformt. En hoe je dat zou kunnen zien, is dat kapitaalbeleggers opschuiven over de risk curve, over de risicocurve. Dan zeg je, je ziet het me, me, doen met mijn hand op als je op YouTube kijkt naar rechts toe. Dus eh, zo, zo visualiseren we dat vaak. Links het minst risicovol, rechts het meest risicovol. En je krijgt risicoverzoekend gedrag. Op het moment dat de, de, de hype fase van de markt is aangebroken, dan, dan, dan gaan mensen steeds een stapje verder in het nemen van risico's. Dat betekent op zoek naar alles met lagere liquiditeit, lagere kansen en het geheel, daar stroomt kapitaal naartoe. Um, dat, is, dat is nu niet aan de hand. Hè. Dus een individu, individueel um, uh, asset zou het goed kunnen doen, maar niet het collectief. Tweede punt wat ik wil maken even is dat... Um, ja, als doen het goed ten opzichte van bitcoin in de afgelopen twee weken, anderhalve week. Maar dat is eigenlijk meer dat ze aan het goedmaken zijn wat ze verloren hebben ten opzichte van bitcoin. Even een voorbeeldje, Solana valt op. Um, in een maand tijd verdubbelt in waarde ten opzichte van Bitcoin. Dus de, de Sol-BTC-koers. Maar zelfs na die verdubbeling staat Solana Bitcoin, de Solana Bitcoin-koers, nog, nog steeds 80% lager dan het hoogste punt in de boelmarkt. Dus, dus stel dat je 10 Bitcoin had, en die heb je op de top van de boelmarkt, en dat is niet één dag, dat is een hele periode geweest, omgezet in Solana. Dan had je um, nog 1 Bitcoin aan Solana gehad. Dus je 90% verloren van je Bitcoin in dienst van de bearmarkt. En hij is nu verdubbeld. Na die verdubbeling sta je nog maar op 80% verlies. Heb je nog 2 Bitcoin over van de 10. Dus mensen die alles in alts hadden, die zijn iets minder. Diep bedroefd, weet je wel? Zo moet je het zien, en dus het goed doen ja, dat is leuk als je op de bodem koopt. Dan sta je nu 100% in de plus. Hè? Stel dat je op de bodem al je bitcoin had omgewist in Solana, dan had je nu um, twee keer zoveel gehad. Dat je nu 20 bitcoin gehad, alleen één punt is dat is Russisch roulette, want op dat moment wist je helemaal niet dat Solana keer twee zou gaan ten opzichte van bitcoin. Het had ook naar nog een keer gedeeld door twee kunnen gaan. Er zijn zat voorbeelden. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen van altcoins die op een bepaald moment um, gewoon beginnen te driften richting nul. En, de, en uiteindelijk nog een keer gedeeld door tien en nog een keer gedeeld, weet je wel? En komt nooit meer terug. Van de 9000, uh, 10.000 um, cryptoactiva zijn er nou, 9500. Ten dode opgeschreven, in de zin van die zijn er over acht jaar niet meer niks meer waard of zo. Weet je wel? Dus stel dat je die Solana had gekocht en dat had verdubbeld, dan had je, heb je wel gewonnen. Alleen je hebt tijdens het winnen wel een bepaald risico gelopen, een groot risico. Het is alsof je Russische roulette wint. Ja, good for you, maar het had ook een kogel in je kop kunnen wezen. Ja, dus het gaat. Niet alleen maar om je resultaat, maar ook om het risico wat je tijdens het behalen van het resultaat hebt gelopen. Dat zien veel mensen niet. En dat, dat fenomeen wat hierbij hoort, dat heet survivorship bias. He, dus de, de, de bias die optreedt omdat alleen degenen die nog die overleven in staat zijn om hun verhaal te vertellen. He, de winnaars schrijven de geschiedenisboeken, zeggen we wel eens. Um, dus hè, als je vraagt aan mensen die Russische roulette hebben gespeeld, joh, uh, was het moeilijk? Zeggen ze allemaal, nou ja, nee, ik, dat is, ik heb gewoon dit en dat. En dat komt omdat alle mensen die wel een kogel in de kop schoten, die kun je niet meer interviewen. Hè, dat, is, dat is survivorship bias. Ik heb daar een mooie Bitcoin Alpha over, ooit over geschreven. Die stank ik trouwens inmiddels publiek, dus die kun je gewoon lezen. Zoek maar op bitcoinalpha.nl en dan um, op Google of zo, hè, of op het site, en dan survivorship bias. Het ene miljoen is het andere niet, zo heet het artikel. Um, dus, nou ja, goed. Even, even dat gezegd hebben. De redenen genoeg, dus om terughoudend te zijn, wat mij betreft. Um, in enthousiasme over een alt-season. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook geen glazen bol, geen crystal ball. Um, het zou. Kunnen alles kan. Um, het is allemaal een, een kwestie van waarschijnlijkheden, en niet van zekerheden. Maar ik vind het voor deze fase in de marktcyclus onwaarschijnlijk dat we nu met z'n allen collectief voor langere tijd, zeg maar een half jaar, over de risicocurve gaan lopen en dat alles gaan outperformen, structureel systematisch met z'n allen. En dat kan natuurlijk wel gebeuren. Uh, maar dan zijn er wel bijzondere dingen aan de hand. Die ik uh, niet eerder heb gezien, die ik niet zou kunnen verklaren nu vooraf. Um, ja, voor veel mensen is deze fase van de marktcyclus dus het beste om gewoon risico terug eh, risico eh, te laten afnemen. Dus risico-avers te zijn. Want juist het, het hoop en de moedeloosheidsfase, die afwisseling, hoop en vrees, zorgt er ook voor dat je. Hè, in, in, er zijn momenten van groot optimisme en momenten van oh shit, toch niet, weet je wel. En dan wil je eigenlijk in iets zitten waarvan je gewoon comfortabel bent dat je het hebt. En dat is binnen het bakje crypto dan vaak bitcoin of ether. Um, ja, dat was het maar even voor vandaag. Ik, verder is er namelijk op de cryptomarkt niet zo idioot veel gebeurd. En ook op andere financiële markten niet. Het is zomer. Er zitten meer mensen aan een meertje ergens. Uh, wij gaan zo meteen weer op reis. We gaan nog een stuk verder rijden. We rijden naar Steinscher. Een um, 500 kilometer verderop of zo, 600. Dan daarna nog één stap en dan zijn we in de buurt van um, de Lofoten. Um, we gaan via plaatsje Opdal. Dat is wel grappig, het is daar niet zo best weer, maar er staat er wel een hele goede bakker. Dat Zoek ik altijd op wat zijn nou de goede bakkers in het land? Bakkeriets Spreu heet hij En um, nou die bakt um, in steenoven. Nou, een steenoven. Dan bakt hij zijn brood. En dat is heel lekker waar we vorig jaar ook staan. halen we even een broodje en dan gaan we verder. En dan ga ik volgende week, ja, ik hoop jongens, dat ik dan een video'tje maak vanuit een foto uh, Of in ieder geval een of andere eilandgroepie tussen de papegaaiduikers en de orka's. Ergens op een berg of zo, weet je wel. En dan uh, in de zon, dat hoop ik. We gaan het zien. Een goede week gewenst. Tot volgende week. Ja, dat was Bert. Vanuit uh, Noorwegen, dus. Het Losna meer zit hij. Ik heb het nog even opgezocht. Heel, ja, het is meer een rivier dan een meer, eigenlijk. Uh, als ik het zo op de kaart zag. Hij is in ieder geval heel lekker op vakantie. Hij is echt lekker op vakantie. Ik zag hem daar zitten. Maar ik vind het mooi. Kijk, Bert die stuur je met een boodschap op pad. En ja, die levert gewoon altijd kwaliteit af. Dan zit hij daar ook weer met zijn mooie backdropje. En met zijn mooie microfoontje in zijn hand. Uh, een goede koep had hij en Dan krijg je er zelfs nog wat weer informatie bij en uh, natuurlijk gewoon een goede marktupdate ja um, en wij gaan erover door over die marktupdate over XRP maar niet uh, voordat ik de andere sponsoren even bedankt heb uh, die natuurlijk deze aflevering mogelijk maken en direct Watson Law Coinmers Andax Finst en natuurlijk onze hoofdsponsor Bitfavo Gaan wij door. Ja, kijk, Bert had het natuurlijk in de marktupdate... net al over uh, XRP, X-Rapid... Uh, zeiden Wijnand en ik vroeger altijd. Dus even terug in de tijd gaan we. Maar het gaat natuurlijk ook over Ripple Labs. En um, uh, Bert gaf aan... waar hij zich ook een beetje over uitgeweid heeft... is van wat, wat hij interessant vindt... deze uitspraak van de rechter... er is heel veel onduidelijkheid nog... en, en uh, sommige dingen heeft Ripple gewonnen... en andere dingen uh, wint de SEC... en daar komen we zo nog wel even op terug... Um, maar Bert zoomt dus vooral in op... dat een token op zichzelf niet per se een security is. En dat is natuurlijk uh, volgens hem in ieder geval... daar ben ik het op zich wel mee eens... een soort van de grootste klap voor de SEC. Want Gensley dacht, nou, die vrevel in zijn handjes. Ethereum en Bitcoin, nou, daar moeten we later nog maar eens even naar kijken. Maar de rest van die zooi, die schuiven we op één hoop. Dat zijn allemaal tokens, allemaal securities... en die kunnen we dus even mooi uh, te grazen gaan nemen. En um, um, een tweede klap... Uh, geven aan, aan, aan al die exchanges... die dan ook direct natuurlijk allemaal... illegal security ja. offerings uh, doen... omdat ze die tokens listen. Waar ze dus al mee bezig waren. Hè? Coinbase was al aan het handhaven. Ja. ja, bij Coinbase inderdaad. En uh, we hebben illegal security offerings gehad bij Kraken. Nou had dat te maken met de staking functionaliteit. Maar natuurlijk Binance ja. heeft het ook... Uh, uh, Binance en Coinbase zijn de grootste nu... waar het ook draait om... jullie bieden coins aan die security zouden zijn... Nou goed, dat, um, dat loopt allemaal nog. Nou ben ik wel benieuwd. Ja, misschien kunnen we dat er nu even over hebben. Van, heeft deze uitspraak, deze Ripple-uitspraak, nou nog invloed op. Die zaak tegen Binance bijvoorbeeld, of die zaak tegen Coinbase. Want dit gaat ook weer, wel weer over illegal security offerings en Howie-tests en noem het maar op. En daar draait die hele zaak bij, uh, uh, bij Binance en Coinbase natuurlijk ook om. N nou ja, op, op zijn minst denk ik dat de SEC gewoon, de SEC loopt hier toch wel een beetje een blauwtje. Uh, want het, ze, ze hebben allerlei dingen geroepen en ze hebben dus Coinbase bijvoorbeeld voor, voor de rechter gesleept, omdat zij illegal securities zouden hebben aangeboden. En nu blijkt oké, okay, uh, tokens op zichzelf zijn geen securities. Daar moeten we het echt nog eens over hebben. Ja, dus in de eerste plaats, de SEC staat eigenlijk al hier een beetje voor lul. En daarnaast denk ik, nou ja, als je per token moet gaan hardmaken dat het een security ja of nee is dat, is, dat is, dat gaat een proces van jaren zijn. Tenzij het congres nou een keer komt met, met hele duidelijke regelgeving over. Dat is ook al jaren in de pijplijn. Ja, ja. Uh, de, de ik volgens mij de zaak van de SEC is niet, staat hier niet sterker op. En Bert zei ook in zijn marktupdate het aandeel Coinbase schoot omhoog. Ja, en je hebt natuurlijk wel als ze nu met nieuwe regelgeving komen, is dat dan ook met terugwerkende kracht. Dat het zou natuurlijk ook kunnen dat zij gewoon, zeg maar een streep nu zetten: van nou, alles wat nu er komt, net zoals een beetje wat Mika ook doet. Als jij een nieuwe coin lanceert, dan ga jij een white paper schrijven, dan moet je aan regels houden. Ja. Want als die regels er nog niet waren, dan is dat natuurlijk ook niet helemaal nou, je hebt het, je ziet goed dat natuurlijk, om dat weer terug te werken. Je ziet dat nu, nu natuurlijk ook enigszins met Ethereum is dat, dat daar natuurlijk altijd ook wel over wordt gesproken. Van joh, was die de manier waarop ze dat token gelanceerd hebben nou een securities offering? Ja of nee? Maar dat ze daar misschien het geluk hebben uiteindelijk dat er gezegd wordt: van ja, dat soort alsof die zaak verjaard is. Van ja, misschien was dat wel zo, maar ja, inmiddels zijn we tien jaar verder. Uh, kunnen we aantonen dat, dat uh, weet ik veel, die distributie inmiddels wel uh, voldoende uh, decentraal is, of dat het netwerk voldoende decentraal is, of dat die Ethereum Foundation niet meer de macht over het protocol had als die ze uh, bij de lancering hadden, of whatever. Dat het een soort gemeengoed is geworden, ofzo? Ja, of zo. precies, dat die de, een beetje de dans ontspringen. En dat je inderdaad uh, met, met nieuwe munten. Um, ja, wel aan die regels moet voldoen. Ja, ik heb sowieso een beetje het idee. Kijk, de SEC is natuurlijk zo hard op een gegeven moment achter heel veel van die ICO's aangegaan. En er werden zulke enorme boetes en schikkingen getroffen. Dat eigenlijk, welke nieuwe munten zie je, zie je nou eigenlijk nog? Ik, ik volg het, moet heel eerlijk zeggen, ik volg het ook niet echt meer, Maar ik heb toch een beetje het idee dat, ja, dat, dat het. In ieder geval op, op zijn vroegste een beetje uit 2020, 2021 stamt. Nou, al waar. het nieuwe komt nu is, is DeFi en BRC20 en dat ja. soort allemaal dex dingen. Dexdingen. Ja, dus die en die niet die helemaal niet zo te houden vallen. Ja, uh, ja. ja, want ik zit een beetje. Kijk, weet je, ik een beetje met die Ethereum uh, scaling uh, dingen, Polygon en. Uh, wat was het, Ar Arbitrum en weet ik het, al, al die dingen die ook op een gegeven moment allemaal airdrops liepen te doen. Inderdaad, DeFi-platformen, DeFi-tokens, ik aan te denken. En wat alternatieve uh, layer-ones, zoals Solana. Maar dat, die, zijn, die zijn ook niet meer de nieuwste. Nee, of zo. ze komen al wat ouder. Ja. Ze komen allemaal weer drie, uh, drie jaar oud. Dus ik heb het idee dat die enorme aanwas van nieuwe coins sowieso wel uh, een stuk minder is dan, dan dat het was. En wat er uh, qua aanwas is, is inderdaad. Ja, ze hadden hem dan heel erg in die meme coins waarvan je al weet van dit is over een, een, een jaar, als het niet over een, een half jaar, als het niet over een maand, dan is dat alweer weg. Ik denk dat de SEC daar ook niet zo heel erg mee in zijn maag zit. Omdat je gewoon weet dat dat zo berust is op hype, dat je, dat, dat kan je er makkelijk in één keer uitfilteren straks. Um, ik ben wel heel benieuwd hoe ze met andere, um, um, andere munten omgaan. Um, we kunnen het er even over hebben. Wat, wat was er nou. Met die SEC? Want wat, uh, wat, wat, is nou, uh, wat heeft de rechter, moet ik zeggen, nou uh, gezegd? Nou, die zaak die loopt dus al sinds. Uh, 2020. 2020, december eind 2020, eind 2020 inderdaad. En um, toen heeft de SEC, dus Ripple Labs, het bedrijf achter XRP, voor het gerecht uh, gesleept. Nou, en wat was het probleem? Ripple Labs zou dus een ongeregistreerde securities offering hebben gedaan. Dus die zouden. Ja, hoe zou je het noemen in het Nederlands? Peter heeft het altijd over effecten, zegt ja. hij. En, uh, ja Dus eigenlijk ja, een aandelenuitgifte, hè, een beetje in die richting. Um, en als jij een aandelenuitgifte doet, ja dan moet je aan allemaal regels voldoen. Je moet een prospectus hebben, en je moet dit doen en je moet zus doen. En ja, ik, ik gok zomaar eens dat je bestuur gescreend moet worden. En er is natuurlijk een heel, heel palet aan uh, regels waar je aan moet voldoen... Um, vo voordat je zo'n offering mag doen. En dat is natuurlijk... Um, niet gedaan door al die tokens en al die ICO's in die tijd. Dat is sowieso de reden waarom de SEC daar als een bloedhond achteraan ging de afgelopen jaren. En wat je vaak ziet is dat er dan een schikking getroffen wordt. Voor mij hebben we met EOS gehad. Die hebben pas echt schandalig veel geld opgehaald trouwens. Echt. Volgens mij hebben die nog steeds miljarden uh, ja, tassen vol. Ja, ja, die hadden, nee precies, maar die hebben het gaat echt om miljarden euro's. En die hebben op een gegeven moment, uh, ik weet niet meer wat de schikking was, maar echt heel veel geld, heel veel miljoenen. Maar dat was, ja, die konden daarna wel door. Die hebben een soort van, uh, ja, hun schuld afgekocht. En die gaan lekker door. En uh, het verschil tussen al die andere schikkingen en dit verhaal met uh, Ripple was dus dat zij zeiden. Uh, Ripple Labs, dus van ja, uh, we zijn het er gewoon niet mee eens. Wij vinden dat we geen securities offering hebben gedaan. Uh, wij hebben ook onze zakken vol met geld ja. zitten, dus we kunnen een advocaat uh, betalen en nogal tien ook. En als het echt moet, honderd. Dus wij gaan gewoon trekken ten strijde tegen jullie. Uh, om, uh, ja, om, 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 om ons gelijk te halen, eigenlijk. En uh, de recht heeft nu een uitspraak gedaan. Het is niet alsof de zaak nu beslecht is, want het moet volgens mij nog naar de jury. Maar het is meer een soort van. voorlopige afweging. Voorlopige afweging, inderdaad. Uh, ja, zo uh, ja hoe kan je hem samenvatten het XRP token is soms een security ja dat, dat heeft dat, de Verge volgens precies, mij precies ja? inderdaad en dat is een beetje hoe je hem uh, hoe je hem kan lezen dus um, uh, uh, wat was het Ripple Labs heeft dus het XRP token op een aantal verschillende manieren verkocht/slash gedistribueerd aan het publiek ja right ja dus je hebt uh, de rechter heeft drie cases in ja. behandeling genomen in eerste instantie ging het om verkopen aan institutionele partijen. Ja. Daar, was, daar was de conclusie, oké, okay, Ripple is, of XRP, sorry, is wel een security. Ja. De tweede is, uh, en dat is ook weer een beetje ingewikkeld, maar dat ging over de verkoop op exchanges. Daar werd geoordeeld, Ripple of XRP is geen security. Dat, misschien moeten we daar zo heel veel op ingaan, want dat is een beetje ingewikkeld het verhaal. En de derde was other distributions. En dan hebben ze het vooral over bijvoorbeeld het uitkeren van die token aan medewerkers dus Tom werkt voor Ripple Labs heeft goed zijn best gedaan en krijgt wat extra tokens om uh, lekker kerst mee te gaan vieren of zo. Was een mooie tijd. In ja. de begindagen bij eh uh, gebeurde dat hè. XRP tokens die die 3 dollar stuk hè, waren ze ja. toen. Ja, dat kwam omdat Bitcoin transacties heel duur waren en XRP dat is vet snel en dat kan je direct met banken kan je dat, Alle uh, banken gingen het gebruiken. Ja. 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 ja dus dus dat is dat ook gebeurd. Uh, werkt goed. Ja. <laughs> nee, zeker niet. Dus, uh, maar kijk, we, we hebben het in de podcast een paar weken terug, ook hierom. Oh, dat was toen in het, take, of in het kader van Binance Coinbase, we hebben we het over de Howie-test gehad. En dat is een soort van. Het is eigenlijk jurisprudentie. Dus op een gegeven moment, ooit, was er een zaak in Amerika. 1946. Uh, precies. En we weten nog als de dag van gisteren. En uh, daar is dus een uitspraak gedaan door de rechter over iets soortgelijks. En uh, daar werd dus in besproken van hoe kan je nou bepalen of iets een security is. En ze hebben het daar volgens mij over een investment contract. En securities vallen daar dus onder iets in die richting. En dan heb je eigenlijk drie dingen uh, waar iets aan moet voldoen. Vier. Ja. Vier, nou noem ze maar: een investment of money. Dus ja. er wordt geld geïnvesteerd. En dat mag, maar dat mag ook bitcoin zijn voor de duidelijkheid trouwens. Ja, daar, ja. daar komen. We, bitcoin valt zometeen af als we de volgende noemen. Want bitcoin is geld. Nee, maar ik bedoel je. Uh, we we cijf oh cijf ja, in. money is ook inderdaad money, geld. Money is ook geld. Money is money. Ja. Dus money kan ook pepper zijn, ja. als het maar geld vertegenwoordigt. Ja, precies, volgens mij. Ja. Uh, in een common enterprise. Ja. Um, dus in een bedrijf eigenlijk. Ja. With the expectation of profit. Ja. En to be derived from the efforts of others. Dus die profit, die winst, komt van de, de, de last, de, de, de moeite die anderen in een bepaald product ja, en dan dienst. Waarschijnlijk steken. dus de mensen van die Common Enterprise. Ja, ja. dat precies, dat is het hele punt. Ja. En uh, ja, die Howie test dat gaat over een bedrijf dat uh, had citrusboomgaarden. Die ze dan aan hun klanten. Of die verkochten ze aan hun klanten, die werden dan teruggeleased. En dan gingen de, de mensen van dat Howie bedrijf uh, gingen dan de citrus verkopen, uh, verbouwen en verkopen. Nou, dat is precies wat je, wat je hier, uh, ja. hier ziet. Ja, en dan, als we dus uh, kijken naar die, die drie uitspraken: dan heb je dus de eerste het verkopen van tokens aan uh, institutional investors. En volgens mij, de rechter kwam er daar dus uit van: het is wel een investment contract, het is wel een security, omdat. Het vooral dus die expectation of profit. Ja. Je kan er dus vanuit gaan dat een institutionele belegger dat, dat die sn snugger genoeg is. En dat die de motieven heeft om erin te zitten voor nou ja, het geld. Precies, anders is het geen institutionele belegger. Nee. Als je niet er is om geld te verdienen, wat precies. doet hij dan? Hij wist heel duidelijk, oké, okay, ik ben dit van Ripple labs aan het kopen. Ja. Er waren ook allerlei, in die tijd, dat staat in die uitspraak, waren allerlei brochures en alles om een soort van te informeren over de, de expectation of profit ja. van, van, vanuit Ripple. En inderdaad, Ripple is dus. De, de Brad Garlinghouse en al zijn uh, kameraden, die ja. zijn toen uh, Ripple door gaan ontwikkelen en lekker gaan pumpen aan alle kanten. En dat is dus de efforts van, van anderen, namelijk Ripple Labs. Ja, en dat is ook meteen die Common Enterprise. Ja. En er is geld geïnvesteerd, ja. dat was de eerste. Dus, dus, zo, dus dat lijkt het lijkt me zo er... klaar als een klontje dat, dit, dat ja. dit de security is. En daar is met die verkoop is volgens mij iets van 730 miljoen dollar opgehaald. Ja, dat Force. wel ja. Dus dat is op zich een logisch, logisch verhaal. En, maar dan hebben we nog twee andere punten. Dan hebben we nog twee andere, ja. En de, een van die is dus de, de verkoop op exchanges. Uh, Ripple heeft een hele grote treasury... want zij hebben heel veel muntjes uh, gedrukt destijds... Ja. die ze ooit gaan uitgeven. En dat hebben ze dus in fases gedaan om geld op te halen. Uh, en de SEC oordeelt nu dat dat geen... of de rechter sorry, ja. oordeelt dat het geen uh, security is... omdat ten eerste het was een algoritmische verkoop... dus het was niet dat, uh, dat er echt de bread op de markt stond met zijn mandje. Precies, en daardoor was het ook niet duidelijk dat zeg maar Ripple wist niet aan wie ze het verkochten, en de, ko de kopers wisten niet dat ze het van Ripple aan te kopen waren. En daardoor was die hele common enterprise en die profit expectation die viel, die valt volgens de rechter valt dan weg. Um, want was het dan, waar was het dan een soort van? Die had toch de IAO's op een gegeven moment initial exchange offerings? Want was dit dan op die manier? Uh, want dit was dus niet secundaire handel. Nee, dit, was, dit noemden ze dan programmatic sales. En okay. dat was gewoon vanuit Ripple Labs. werd er Eens in de zoveel tijd werd er de zoveel miljoen XRP unlocked en op exchanges gedumpt. Nou, dat iedereen was er natuurlijk altijd boos over en dat is ook gewoon onzin. Maar dat, ja, dat kan je dus niet beoordelen als security. In theorie is dat een beetje tegenstrijdig toch? Want we weten dat Ripple die muntjes gaat dumpen op een exchange. Dus de kopers daarvan die weten dat Ripple de counterparty kan zijn, maar misschien omdat het op ja, de open markt is, precies. Dat... Dus er zit ook nog, zeg maar retail zit daar ook nog tussen. Ja, waar je er van zou zitten, zijn heel kopen. veel dingen in die uitspraak. Dat vind ik dan een beetje flauw van de rechter, of maar dat is gewoon hoe die Howie-test werkt. Uh, we ook even een lekker mailtje. Ja, het, komt, het valt kan nog om... mee. Ze dus zijn nog niet met mossels aan het gooien. We zitten hier dus, gewoon in het ja, zo he? nog. Ja, dat komt nog wel waarschijnlijk. Ja. Um, nee, maar de rechter zegt dus in die uitspraak dat ze bijvoorbeeld dat, uh, uh, dat we er niet van uit kunnen gaan dat investeerders wisten dat Ripple, uh, zeg maar, dat ze profit zouden kunnen verwachten. Um, ja. Kijk, wij, wij, wij weten allemaal, joh, als je Ripple zit te kopen, dan wil je dat omdat het meer waard wordt. En niet, maar dat kan je dus vanuit zo'n Howie-test. vanuit niet hard maken. Kan je niet hard maken. Nee. Um, en bedoel, aan de andere kant, ze, ze, ze linken ook allerlei, of linken delen in die uitspraak ook allerlei uitspraken van, van Brad Garlinghout... van David Schwartz, dat is volgens mij de CTO van Ripple Labs. Ja. Die zijn heel duidelijk, het was heel duidelijk dat ze Ripple aan het pumpen waren, weet je wel, als ze 100 miljoen voor een project moesten uitgeven. is dus letterlijk citaat. Als dat de prijs van, van Ripple met 1 cent zou kunnen verhogen, dan was het al waard. Ja, dat ja. is precies wat ze bedoelen. Dus het is, ja, technisch gezien is het dan misschien geen security, maar ja, aan, het riekt aan alle kanten voor mij. Maar ja, ik ben geen rechter. Dus dat is misschien ook de reden dat ik geen rechter ben. Maar een rechter hoeft natuurlijk niet alles helemaal zoals het in de tekst staat te beoordelen. Die kan ook zeg maar, zijn eigen de, of de context kan ieder erbij pakken. Ja, klopt. dat is dan gek dat, ja. dat dat nu niet gebeurt. Ja, nee, dat klopt. Ik, en ik vind die. Misschien is dit ook een beetje waar die hele. dat hele soort van. die absolute regel van de Howie-test. en de, de investment contract, dat verhaal. dat het toch een beetje nat gaat. want. ik bedoel, het, de Ripple Labs. en de XRP-token. je ruikt aan alles dat het security is. dat voelt in. in elke vezel van je lijf. voel je dat het de security is. alleen volgens de regels. die we hebben bedacht. voor de securities kan Je het niet hard maken, ja, ja. maar ik ik, ja, maar ik snap niet zo goed waarom je die hard kan maken. We hebben er even erbij gepakt, ook van de oh, gewoon op de SEC-website hebben ze een heel uh, document erover geschreven. En investment of money, nou, die is er sowieso ook voor die niet-retail uh, beleggers. Common enterprise, nou ja, ik zie niet hoe, als er voor institutional investors als Ripple Labs dan een common enterprise is, hoe dat dan voor retail investors opeens niet is. En inderdaad, reasonable expectations of profits derived from efforts of others. Dat is inderdaad, als je in Ripple ging zitten, dan, dan, ja, dan, ja, dan was het toch voor het geld. Of in ieder geval, kan we, ja, ja ik, ik vind het heel... Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat dat um, inderdaad... als het een soort van blinde sale was op zo'n exchange dat dat dan niet geadverteerd werd. Want ik, inderdaad, dus dat naar die institutionals... er werden hele prospectussen heen gestuurd... en blaadjes en echt mensen ja, overgehaald. De ripple, ripple Primer en de Gateways brochure... noemen ze letterlijk ja, in die uitspraak. Precies, dat die echt ja. daarmee... soort van dat het meer push was... en dat aan de andere kant meer pool was of zo. Dat het, de munten werden aangeboden... maar mensen mochten zelf weten of ze investeerden en, en whatever. Maar ik, ja, ik vind hem toch ook wel, uh, wel lastig. Ik vind die derde categorie vind ik wel interessant dat je mensen uitbetaalt in je eigen token. Daar kan je nog zeggen van, ja, je ja, die mensen ontvangen dat gewoon om hun loon te ontvangen of zo. Ze kunnen daarna besluiten om het, direct om te zetten in geld of whatever. Net alsof je bitcoin uitkeert naar boeien. Ja, maar ja, ook niet erg. Want bitcoin is dus geen security. Ja, oké, maar in dit geval bewijst dit punt ook dat de XRP-token geen security is, toch? Ja, in theorie is het natuurlijk gewoon een beloning voor ja. je werk en dat hoef je niet, hoeft niet in waarde te zijn. Dat, is, ook, dat, dat alleen is ja, dat is een ding zomaar denk je maar stabiel hebben om je, je voldoet. In, je dingen inderdaad, te niet aan kopen. die reasonable ex expectation of profits. Ja. Want je hebt, zoiets van, ja. het is ook goed uh, als het gewoon precies waard is wat mijn salaris waard hoort te zijn. Um, maar, ja, ik ja, precies. vind het, maar inderdaad, uh, die, die, dus die derde, die derde, dat derde punt wat we nu hebben behandeld, het is ook klein bier, want dat is ja. Uh, Vind je heel belangrijk ik, dat institutionele geld dat 730 miljoen en die programmatic sales op de exchanges, dat is natuurlijk nog veel meer. Ja, ik ben benieuwd of alle XRP's die in de zakken zitten van Garlinghouse ook vallen onder punt 3 van uh, uh, employees betalen in Ripple. Ik heb Een paar miljard gekregen en ja, die, die grote was, was de rijkste man ter wereld op een gegeven moment. Hè? Met al dat zo, dat is niet normaal. Zeg maar de, ik weet nog wel, in 2017 was de Mima of het niveau. De meme was altijd een beetje, als je naar coins ging kijken, dan had je de circulating uh, supply en de niet-circulating supply. En op een gegeven moment werden market caps berekend op circulating supply. En had je een soort van fully dilated market cap. Dat betekent de market cap, als je alle muntjes zou bekijken en Ripple, als je zeg maar de prijs van een 1 XRP keer alle munten die er bij Garlinghouse in de zakken zaten, daar dan, dan was het echt de market cap van goud keer duizend. Dat sloeg helemaal nergens op. Ja. Dus die, maar het, zijn, de, de rechter noemt dit wel in de uitspraak. De, de zakken van, uh, van die Chris Larsen en van uh, Brad oh. Garlinghouse. En die vallen eigenlijk onder. Die hebben namelijk ook op persoonlijke titel gewoon lekker zitten verkopen op exchanges. Ja. Dat kan natuurlijk gewoon. Dat is uh, prima. Um, net zoals Satoshi, weet je wel. Een vuile rat. Ja. <laughs> nee, grapje. Is hij ook verkocht? Op de nee, CC? natuurlijk nee. niet. Nee, ik ja, nee. ja, ja, weet niet. Het staat er niet. Nou, er staat er in ieder geval een miljoen bitcoin. Ja, we, we, we weten het niet. Dat is een, ja. een goeie, denk ik. Maar die, die schuift een beetje onder het punt 2 van Dat is dus ook die blinde verkoop op ja, exchanges, ja, programmatic precies. sales. Maar ja, over het punt 2, waren we net aan het discussiëren. Ja, ik ben het op zich uh, met jullie eens dat het, het is een beetje flauw is. Ze zeggen er is geen hard bewijs dat. dat een programmatic buyer, dus degene die die coins. die vrijkwamen via dat algoritme. Uh, die, ja, die heeft niet. die weet niet. die had niet de brochure gekregen, nee, nee, laten nee. we het zo zeggen. Alleen ja. Maar Ik, dan behalve klinkt... dat die hele markt daarop gebaseerd is van pump my bags. Ja, nou dat is misschien een beetje de maar... hardline betonnen opvatting. <laughs> Daar ben je het zeker niet mee eens. Nou. <laughs> maar, je, maar je komt dan toch op een gegeven moment, kijk, misschien is dat het een beetje dat je inderdaad kan zeggen: Oké, okay, het was dan misschien uh, geen, uh, wat is het, uh, initial offering of whatever. Het was geen offering van secur of, uh, unregistered secur security offering, dat dan niet, maar wel marktfraude. Weet je, want daar kom je dan... Hem toch ik toch nog ergens op pakken. Nee, nee, maar ik vind wel, zeg maar... Ik vind het een beetje gek. Maar dan moet ik die zaak gewoon beter lezen. Dus hoeven we ook niet eeuwig over te discussiëren. Maar oké, okay, je verkoopt het via exchanges. Ja, die IEO's werden ook verkocht via exchanges. Maar dan was het wel heel... Dan, dat was heel duidelijk van... Oké, okay, een coin komt nu voor het eerst op de markt. Je kan hem kopen... Misschien moet je hem wel kopen hierom. En dan kreeg je ook vaak zo'n prospectus, kon je dan op Binance lezen. En dan was het toch vaak van, nou, dit is allemaal, gaat meer geld waard worden en de wereld veranderen. Dus dat zou dan juist wel voldoen aan, aan de kenmerken van zo'n securities offering, wat mij betreft. Nou, dat hebben ze bij Ripple dan niet gedaan. Dat was natuurlijk ook veel eerder. Dat was Ripple's hartstikke oud al, 2014 of zo. Volgens mij zal dat wel ja. ergens een keer gebeurd zijn. Maar wat is het? Het andere is dan dat ze inderdaad, oké, okay, het gaat dus niet over handel op de secundaire markt, maar wel over het stukje. Dit is dan toch ook op de secundaire markt gedumpt. Als het, zeg maar, dit, dit is dan toch gewoon dat ze ze nu en dan even een zak met XRP's, zeg maar, loosden in, 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 in tussen de rest van de XRP's ja, de, de, die daarvan gehoord ja, werden. Precies, dus dat klopt ook allemaal. Alleen de, de, de rechter die weigert zeg maar de, de het kennisniveau van de institutionele belegger. Dat, die is hoog, ja. die had die brochure gelezen. Die ging hartstikke rijk worden van de XRP's. Weigert die tegelijk zeg maar, gelijk te zetten aan ja. de, de, de hypecoiner, noem ik het maar even, die dan, die dan XRP ging kopen omdat het zo lekker aan het stijgen was. Weet je, dat, dat kennis, en dat, dat klopt natuurlijk in essentie ja. ook wel. Dat, dat, dat is niet te vergelijken. Alleen ja, dit is wel de hele, de hele positieve lezing. Ja, ik denk dat het klopt. Die kennis is dan niet gelijk. Maar ik dacht, misschien zit ik dan helemaal mis, maar dat de SEC er juist is om de retail ook te beschermen. Die hebben minder kennis, dus moet je dan niet juist optreden als zo'n bedrijf dat allemaal. Ja, maar dit is loopt. de rechter. De SEC heeft een, het was ripple tegen de SEC en de rechter doet nu een uitspraak. Ja, maar dan zou je juist, ja, juist zeggen van dan doet de SEC goed werk om ze aan te klagen, omdat die retail klanten weinig kennis hebben. Ja, ja, oké, okay, ja. Ja, nee, ik vind hem, ik vind hem op heel veel punten mank gaan. Want als ik nu denk. Uh, ik kan me ook herinneren dat uh, hoe heet zij ook weer Ellen DeGeneres of zo dat de, daar Brad Garlinghouse heeft daar ook gezeten om over de, de geweldige ja dingen de talkshow host bedoel ja, je. ja, ja precies ja, ja. Uh, uh, die heeft ook daar Brad Garlinghouse uh, uitgenodigd en die ging toen vertellen over wat Ripple allemaal aan het doen was voor de natuur of zo kan ik me mm. nog herinneren allemaal goede doelen uh, zij hebben zo fucking veel marketing dingen gedaan dat het ook dat ik me ook kan voorstellen ja ook de de kleine belegger de kleine koper van Ripple van XRP ja Sorry, maar die heeft toch ook de, de dat hele meegekregen dat dat team die, die bags aan het pumpen ja, is. Ja, maar dat dan kan je, dus zou je dus kunnen zeggen van, nee, ik kocht XRP niet voor de reasonable expectation ja, of profits. Okay. Ik kocht het omdat ik bij de DeGeneres heb gezien dat het goed voor de natuur is en dat bank het gaan gebruiken of zo, whatever. Dat ja. ik er misschien ooit een keer mijn uh, pepernoten mee kan kopen. I don't know. Waarschijnlijk hebben de, heeft de rechter dezelfde discussie gehad. Ik kwam <laughs> hier ook dat ze het niet aan Pepper maken. Ja. Peppernuts hadden ja, het over. Het ja, heeft precies. niet voor niks jaren geduurd. Maar en wat dit natuurlijk ook zegt, is waar we net een beetje mee begonnen, en wat Bert ook zei. is ja uh, we kunnen geen. Uh, we kunnen niet XRP kunnen we niet op zichzelf als token een security noemen. En daarmee is het eind natuurlijk zoeken. Want je had het net over die uh, exchange uh, offerings. Ja. We zouden dus in feite komen dus nu in de situatie... dat we voor iedere case... een individuele rechtszaak zouden moeten krijgen. Ja, ja en weet ik niet. Ik, we hebben in ieder geval niet... We, het is in ieder geval duidelijk dat we niet... dat Gary Gensler niet met één stok... in één keer die, die 98% van de cryptomarkt van tafel kan slaan. Dat is waar. Maar ik denk dat er op een gegeven moment... wel bepaalde jurisprudentie komt... waar je dus wel kan zeggen... oké, okay, als jouw coin aan dit en dit en dit voldoet... Dan is het gewoon een security. <kacht> of dan is het. Ik kan me best wel voorstellen dat op een gegeven moment bijvoorbeeld stablecoins. Dat er gewoon een goede omschrijving voor is. En dat ze er dan alle twintig in één keer onder vallen. Ja, maar bijvoorbeeld. Precies, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een makkelijke. Maar er zijn er nog wel een paar te noemen. Waar, ik denk als je op een gegeven moment een Uniswap-token uh, beoordeeld hebt. Dat je dat voor andere DAO's of, of dat soort achtige constructies met een soort van governance-token ook wel weer kan gebruiken. Maar ik ben het wel met je eens dat is wel een stuk moeilijker, gedetailleerder en tijdrovender... dan het in één keer van tafel aframmen, wat hij toch ja. een beetje van plan was. Aan de andere kant zou je bij de exchange-offerings kunnen beargumenteren... dat dat dus niet het rookgordijn had dat retail ertussen zat. Nee, nee dat, zei toch? De, dat zei Bart toch net? Oh, ja. Het, ja. ja. Dus de, dan, zou het inderdaad, dan, dan maakt het niet uit of de token zelf een security is of niet... maar dan kan je zeg maar het, het aanbieden aan retail al bestraffen. Ja, het gaat natuurlijk hier ook. Ja, maar het probleem is ook niet zozeer dat die tokens security zijn. Het probleem is dat je daardoor een ongeregistreerde offering krijgt. En daar is waar nu al die rechtszaken telkens. Uh, of ongeregistreerde handelsplatformen. Dus dat iets een security is in het cel, op zichzelf maakt niet zoveel uit. Het zijn allemaal gevolgen dat die dingen ergens verkocht, verhandeld, gedistribueerd worden. Wat, wat, uh, waar ze telkens, wat illegaal is, zeg maar. Um, maar ja, goed, dan is het dus heel, wel heel belangrijk om te bepalen of iets een security is, ja of nee. Um, nou, ja. Ripple ging in ieder geval lekker omhoog. Uh, voor XRP. Ja, uh, dat was vorige week natuurlijk. Uh, ja. ja, en dat uh, denk ik ook uh, een stukje marketing vanuit Ripple. Ik heb, op het, je moet maar eens op het Twitter-account kijken van Ripple. Dat is echt, uh, daar gaan ze heel lekker. Daar, daar claimen ze helemaal de overwinning. Uh, Terwijl, nou, eigenlijk gaat dit nog jaren duren. Ja. ja, en wat je net ook zei, inderdaad, Ripple pumpt dan, maar ook Coinbase, ook MicroStrategy volgens mij. Ja. Maar dat dus ja. was een soort algehele opleving van, van de markt. Ja, Coinbase ja. begrijp ik het ja. enigszins. Ja, precies. Want die zitten in, in, een, in een soort gelijke zaak, waar een soort gelijke vraag speelt, ja. uh, tegen dezelfde tegenstander nog eens. Dus ook alle is... andere, dus Solana's en zo, die punten ja. ook allemaal. Dus, ja. ja, het is natuurlijk sowieso, in de markt heerst natuurlijk enigszins een soort van bullish sentiment. En ja, als er dan iets gebeurt, dan gaat er gewoon ook van alles mee. Dan moet je ook niet altijd al te veel achterzoeken. Hé, hey, laten we eens even verder kijken wat er nog meer gebeurt. Dus op zich wat ik las, wat ik ook nog wel een gortig nieuwsbericht vond, is dat uh, onze grote uh, vriend, zo, uh, er wordt hier met, met stalen pijpen door de, door de gang heen gesmeten. Ik weet niet wat ze nou weer aan het doen zijn. De ene week zijn het vogels, de andere week zijn het... Uh, vechtpartijen of zo. Dus Brad Garlinghouse en zijn knokploeg die ja. voor, de deur, voor de deur staan. Wat zeggen jullie hey, over Ripple? Hey. Dat kunnen jullie niet hard maken. <laughs> <laughs> um, Alex Mahinski, de CEO van Celsius, het inmiddels failliete Celsius, ja, die gaat SBF uh, achterna. Sam Bankman-Fried of uh, Fried? Wat was het nou? Fried toch? Fried. Fried, 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 ja. fried, toch wel. Maar hij is ontzettend fried. Ja, in, inderdaad. Nee, maar ik zit even te kijken. Die Mahinski, die is ook wel echt serieus uh, uh, de lul. Um, want die krijgt uh, uh, gewoon een straf, strafzaak, federal uh, cr serious criminal charges. Ja, hoe noem je dat uh, in Nederland? Ja, misdaden. Uh, eh? Dus ja. als je niet, um, ja, dan word je door de overheid voor het gerecht gesleept. Dan weet je dat het vaak uh, fout gaat. Openbaar ministerie. Openbaar ministerie, inderdaad. Ja, in, in Amerika trouwens. Ik had namelijk in openbaar ministerie ingetikt, maar het is het. Um, in Amerika is het ministerie van justitie. Maar nou, misschien in Nederland ook wel trouwens. I don't know. Anyways, uh, hij, is wel hij is echt wel de lul. Uh, want um, wat hebben ze mee aangeklaagd? Commodities fraud, securities fraud, wire fraud. Ja, uh, alles, alles wat je kan manipuleren. Ja, maar ja, er wordt dus ook gezegd uh, dat hij zijn klant heeft opgelicht door de prijs van het Celsius token te manipuleren. Ja, ja. dat zijn wel echt uh, bovenop, inderdaad, al die ja. dingen die jij noemt, Daniel. Het is echt. Uh, ja, ik weet niet wat we ervan van kunnen zeggen verder. Misschien is het gewoon iets wat we even genoemd uh, uh, moeten hebben. Maar ja. ik had wel zoiets van. Daar gaat er weer eentje. We hebben natuurlijk SBF gehad. Uh, we hebben deze gehad. We Do Dokwon Do inderdaad. Uh, die uh, in Montenegro uh, vastzit. We hebben die andere twee clowns gehad. Die, uh, die de een op Bali zitten. Ja, de andere van AC. Uh, ja, precies. Nou, daar, daar hangt er nog in de lucht wat daar, uh, wat daar nog uh, wat mee gaat gebeuren. Maar inderdaad, dus we hebben. Uh, Terra Luna, Kwon in de bak. Uh, we hebben SBF, um, uh, FTX. FTX in de bak. En we hebben Celsius, um, uh, Alex Mahinsky in de bak. Welke hebben we nog meer? Voyager, die, die uh, loopt nog op vrije voeten. En BlockFi hebben we ook nog natuurlijk. Ja, volgens die, mij zijn die. Uh, en uh, onze Genesis uh, vrienden. Die loopt ook. De Nee. Um, oh nee, uh, de, uh, Barry Silbert. Ja, precies. Dus er lopen er nog een paar, ja. uh, paar targets. Dat gaat ook niet lang meer duren om Barry Silbert. Nou ja, nee, je nee sorry, weet het niet. Um, ja, nou ja, goed, als die natuurlijk, als daar natuurlijk naar buiten komt, dat hij ook enorm heeft zitten klootzakken met, met Genesis en uh, DCG en uh, GBTC en weet ik het allemaal wat er aan elkaar gelinkt is. Ja, weet je. Um, kan allemaal. we weten niet. de rook is nog niet volledig opgetrokken natuurlijk bij al die andere partijen. maar ik vind het wel sick dat er eigenlijk de drie hoofdrolspelers zou je wel kunnen zeggen. ja, ik zat ik zat aan te denken. voor mij gevoel is namelijk helemaal niet zo lang geleden dat, en dat bij bij Alex Mahinsky uh, kwam kwam dat naar boven. dat we in de podcast besproken hebben op een gegeven moment dat hij gewoon een beetje gekke uitspraken. liet hij allemaal gekke uitspraken over bitcoin te doen. toen zei hij dat je het beter bij Celsius kon doen dan het in je eigen wallet houden volgens mij. en op zich we hebben het daar, weet ik nog, in de podcast over gehad... dat hij op zich best een punt heeft... in de zin van dat inderdaad self-custody... voor heel veel mensen uh, best wel moeilijk is... dat er best wel risico's zijn dat je uh, bitcoin kwijtraakt... en dat het voor sommige mensen beter is om custody te gebruiken... niet zijnde uh, Celsius. Maar da daar kan je, je kan dat best overwegen in ieder geval... of dat je een beetje van beide doet. Nou, een hele discussie over gehad, maar... Wel naar aanleiding van zijn opmerking, en je introduceert hem wel, ja, CEO van Celsius. Hè? Het was niet alsof wij toen zeiden: van nee, dit is een scammer. En hetzelfde voor Docon. We hebben het ook wel eens over Docon gehad. Daar zijn we best wel kritisch geweest. Dus achteraf was het is achteraf wel grappig om terug te luisteren, denk ik. Nou, dat hadden we wel goed gezien best kritisch geweest over hoe Terra Luna, dat hele mechanisme werkt om die coin stable te houden. En, uh, wat maar dat was ook... het begin wel, kan ik me nog herinneren, dat was wel een soort van de nieuwe Michael Saylor die als een gek bitcoin ja, aan het precies, kopen was. Hij, begon, hij, ja. hij wilde natuurlijk die hele backing van uh, Terra of Luna, of in ieder geval die stablecoin van die twee, wilde hij doen met bitcoin. Ja. En daar werd hij ook even op een podium uh, gehezen naar nou, SBF. Weet je, dat was toch ook wel, uh, of je nou FTX tof vond, ja of nee... het was wel een beetje de, de new kid on the block. Een beetje de, de, de nieuwe tech-goo, uh, tech Die werd maar. door, uh, door uh, Rutger Bregman en Jesse Frederik in hun eigen podcast... Uh, die werd hij ook op het schild gehezen... omdat hij zo'n lekkere, effectieve altruïst was. Ja, en, uh, precies. En, 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 en dat is ook helemaal geen burn of zo. Um, in de zin van... Je, je kon het ook niet altijd weten. Het is meer dat ik dat ik er nu even op reflecteer. Dat ik denk van joh, het was niet eens zo lang geleden dat al die gasten dat de afstandje allemaal gewoon, ja, dat wel gewoon goed laten gaan. Of. Ja. zo. En dan denk ik van, waren we dan zo blind? Of niet? Uh, of, of kon je dit niet zien? Of misschien een beetje van beide. Het is natuurlijk achteraf kan je natuurlijk ja. Kan je zeggen, ja, FTX. Weet je, ik weet nog wel dat we het over gehad hebben dat hij op een gegeven moment. Werd hem gevraagd, uh, SBF, van hoe dat dan zat met leverage trading en zo. Want zij waren op een gegeven moment, waren ze klant aan het afpakken van Deribit en van, vooral van Bitmax, omdat Arthur Hayes... natuurlijk toen uh, van zijn bed gelicht werd, uh, CEO en founder van Bitmax. En al die mensen gingen naar FTX, en, en toen had uh, SBF daar ook een heel verhaal van, ja, 10 keer leverage, 100 keer leverage, maakt allemaal niet uit. En uh, nee, dat hebben we allemaal uh, geregeld. En ja, er waren toen ook al wel wat vragen over. En, op een gegeven moment, we hadden natuurlijk uh, een paar weken voordat het helemaal fout ging. Dat SBF, volgens mij, was bij Bankless. En dat was met die oud-Bitcoin, nou, een oud-gediende die hem het vuur aan de schenen. Eric uh, Voorhies, Eric Voorhies, hm. inderdaad. Een beetje die ook volgens, niet helemaal maal meer in uh, goed daglicht staat bij alle Bitcoins. Maar anyway, als je dat terugkijkt, denk je ook van ja, maar dit is zo so obvious. Die SBF die zit daar te trillen. Hij is wi eh, zo, 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 zo wit alsof hij vier weken niet buiten is ja. geweest... Uh, en alsof maar... hij zijn medicijnen niet gehad heeft. Hij loopt er gekke dingen uit te slaan... zit daar te zweten. Het is, sowieso ziet hij er niet uit. Weet Toen je was wel. die collapse natuurlijk... gewoon al aan de gang intern, denk ik. Ja, precies. Ja, ja, aan alsof. de andere kant... hij was natuurlijk al een beetje het genie. En genietjes die zijn ja. opmerkelijk. Ja, het was ook... Het, het, in eerste instantie werd het natuurlijk als cool gezien dat hij League of Legends aan het spelen was. Terwijl hij met zijn VC's ja. om tafel zat. Dat was natuurlijk, weet je, want ja, we zijn uh, crypto Mark, en we Mark Zuckerberg kwam in zijn pyjama ja. uh, naar dat soort gesprekken, dat hoort ja. er een beetje bij, inderdaad. Ja. Ja. Die is inmiddels ook wel van zijn voetstuk uh, gedonderd. Misschien klimt hij er nu weer een beetje bovenop. Maar. Threats, hè? Dat is het, dat is het, is het nou, nieuwe ding. Hij is nou die la laatste tijd juist een soort van superchat ja, aan het worden, ja, toch? Omdat hij <laughs> tegen Elon Musk de, de, nog de evil uh, zit, hij zich Ik zich verleden. Ja, en omdat hij ripped as, uh, as hell is, weet je wel. En omdat hij met tijd voor zijn familie maakt. Twee kids, heeft hij al. Uh... Hij is in de ogen van Bart Mol is uh, Mark Zuckerberg helemaal vrijgepleit van de jarenlang nou, ja. dat hij verkiezingen heeft beïnvloed. Uh, niks daaraan ja, gedaan. Ja, hate ja. speech, mensen kapot gemaakt met Instagram en Facebook. Nee, allemaal De moderators vrijgepleit. gaan allemaal helemaal Ja, allemaal kapot. vrijgepleit omdat hij Murph uh, nee. af heeft gemaakt binnen ja. de timecap. Nee, klopt. Nee, ja, we hadden de laatste discussie over in de, in, de, in, in de chat. Of het nou voor miljardairs makkelijker is om uh, afgetraind te worden dan voor uh, simpele zielen zoals jij. Ja, denk ik uh, het wel. Ja, want dan kan je gewoon heel veel uh, sowieso hele goede trainers kopen en ook heel veel. Leuk, goede, we hebben twee kampen hier uh, aan het tafel. Heel veel goede, heel veel goede <laughs> ik spulletjes kan wel kopen. Ja, maar Elon uh, Musk. Yo, yo, ja, maar Bart, luister even. Elon Musk, die, uh, denk je dat hij van uh, gewoon met broccoli en rijst? Uh, ja Om te okay, afvallen dat, is en okay, uh, okay. aan het trainen voor die wedstrijd. Jij hebt het echt met niet niet verkrijgbare spulletjes, maar wij hadden het in de chat, ging het meer over, ja, weet je, hij moet alsnog gewoon trainen. Hè? Ik bedoel, het wordt er niet lichter ja. van of zo. Ja, goed, laten we dit niet opnieuw beginnen. We gaan, uh, we gaan verder. Ik had nog een nieuw. En anders hebben we daar een topic voor. Ja, het voedsel-sport-topic. Ik weet niet. Ja, sport, denk ik. Hè? Ja, een we... soort crossover. Ga er ja, in... ja. maar eens in kijken. <laughs> um, over Binance gesproken, we hebben het net even over gehad. Ze ontslaan een flinke hoeveelheid werknemers. Dat was interessant, um, omdat zij juist degene waren... toen we een aantal een maandje of zes terug, een jaartje terug, crypto-winter... Had je opeens allemaal partijen die mensen begonnen te ontslaan? Coinbase, kan ik mij herinneren. Er waren er nog wel een paar waar mensen opeens weg moesten. Twitter natuurlijk sowieso een beetje in die hele tech sector op een gegeven moment. En toen hadden we op een Binance, CZ, die. Daar met open armen, ze stond te ontvangen, letterlijk. Hè. Er werd op Twitter gepost van ja, bij FTX of bij Celsius of bij Coinbase wordt iedereen ontslagen. Nee, bij ons niet hoor. Wij hebben, wij hebben geen dure sportstadions gekocht, zei hij. Dus wij kunnen nog mensen aannemen. Nou, flash forward uh, een jaar verder en er moeten toch mensen uit. Wall Street Journal zegt dat het om meer dan duizend werknemers gaat. Nou, Binance wil het niet bevestigen. CZ zegt dat het fut is en de cijfers kloppen allemaal niet. Maar er worden wel mensen ontslagen, dus nou goed. Ja, hij noemt het dan gewoon een soort verversing van je werknemers. Dus inderdaad, de minst presterende die gaan eruit, zoals elk gezond bedrijf dat heeft. Optimalisatie. Optimalisatie, ja. ja. Dus ze nemen nog steeds aan. Maar duizend is wel ja. gortig veel. Ja, maar goed, het is een hoeveel, grote organisatie inmiddels. Uh, uh, ja, maar hoeveel mensen werken er? Dat is toch ook een stuk of vijfduizend of zo, Binance... Dan vind ik het vrij veel. Ja, nee, daarom Ik ik stuk even te kijken hoor. Ja, ik heb maar hij heeft toch ook een keer Ik kan die tweet, ik zat die tweet net even te zoeken, maar hij heeft toch ook een keer gezegd van: uh, joh, uh, Bedrijven die massaal mensen ontslaan, moet je niet vertrouwen. Ja, <laughs> ja dat, dat is een alarm die dan afgaat. Een rood vlagje. Ja, ja, precies. Ja. Ja. ja, en ik heb hier wel de tweet van: It was not easy saying no to Super Bowl ads, stadium naming rights, large sponsor deals a few months ago, but we did. Today we are hiring 2.000 open positions for Binance. Ja, nou, die kunnen een uh, doos weer in gaan pakken. Ja. Ik zit hier, lees ik uh, 8.000. Global ja. workforce. Dus 1.000 is wel echt wel... Uh, Dat pittig. Pittig. Um. Ja. Maar goed, um, ja, als het moet, dan moet het. Uh, zo simpel is het ook. Uh, dan zagen we nog een... Ja, in, in, we hebben het de afgelopen weken zo vaak over uh, ETF's gehad. Uh, BlackRock ETF vooral natuurlijk. En, maar later... Welke was die andere grote partij die nou nog bij konden, was er ook? Een... Fidelity. Ja, precies. En um, nou, daar hebben we het al voldoende over gehad. Maar nu komt er nieuws naar buiten dat Europa binnenkort zijn eerste Bitcoin-ETF krijgt. Nou, dat klinkt natuurlijk heel leuk. Maar daar gingen bij ons van tevoren, uh, Daniel niks ik, een beetje voor te bespreken. Van, ja, wat is dit nou precies? En hebben we dit al niet? En uh, ja. nou, dat werd toch weer een rabbit hole van uh, een half uurtje. Um, ja, wat, laten we eerst eens, is dit boeiend? Nee. Uh, of is het zo is, boeiend als een BlackRock ETF in Amerika? Nee, absoluut of? niet, nee, absoluut okay. niet. Sowieso omdat Europa gewoon een stuk minder relevant is dan Amerika, zeker als je het kijkt naar crypto. Maar dit is, daar moeten we het dan waarschijnlijk zo over hebben. De, ook de details rond deze Bitcoin spot ETF, uh, ja, dit, het maakt het allemaal eigenlijk, eigenlijk is het alleen omdat het de eerste ETF is in Europa. Uh, is het nieuws. En verder voor de rest gaat er gaat je leven echt niet hier beter van worden. Oké, okay. dat is duidelijk. Ja, want we hebben ook al in de podcast al zo vaak discussies uh, gehad. Ook um, uh, met Van Eck, een soort van de e e e ETF-leverancier van, uh, van Europa. Um, God, hoe heette die? Um, Heet hij nou Martijn? Martijn Rozemuller. Ja, Martijn was het, hè? Ja. Nou ja, maar die hebben meerdere malen mee gebeld, ook om deze vragen te stellen. Wat is nou het verschil tussen een ETF, een Exchange Traded Fund, en een ETN, een Exchange Traded Note? En dan heb je ook nog een ETP, dat is een Exchange Traded Product volgens ja. mij. Dat is weer een overkoepelende naam voor zowel ETN's als ETF's. Het is allemaal... Ik ga niet die discussie nog een keer helemaal uh, omhoog halen. Het komt erop neer dat in Europa een Bitcoin ETN hetzelfde is als de, Bijna bit, wel, ja. de Bitcoin ja, dus, ETF die ja. BlackRock nu uh, in uh, Amerika wil lanceren. Ja, min of meer wel. Ja. ja, er zitten wel details aan, maar het komt er wel gewoon op neer ja. dat als jij, uh, we hebben het zelfs gecheckt op uh, de Giro-account van uh, vandaan, als je daar dus um, zoekt naar Bitcoin, dan krijg je de Bitcoin ETF van Van Eck te zien. Die kan je kopen. En als op moment even, hè, stel dat jij daar voor 30.000 dollar inlegt... dan zal van Eck uh, aan het eind van de dag... als ze dat portfolio gaan herbalanceren... waarschijnlijk dus een bitcoin bijkopen... als jij de enige koper verkoper ja. van die dag bent. Dus uh, wat ik bedoel te zeggen... is dat net als bij die spot ETF uh, van BlackRock... en al die andere partijen in Amerika... werkt dit hetzelfde. Dus dat wordt constant... het is open-ended. Het is, open -ended, of we noemen het, het is niet, geen Hotel California. Er gaat in, er gaat uit... En daardoor zal die prijs van die ETN Bitcoin in principe tot aan de cent nauwkeurig uh, volgen en ik heb nog even nagekeken ze hebben gewoon ja ze noemen het dan altijd physical Bitcoin maar het wordt gewoon gedekt volledig 100% door Bitcoin cold storage cold storage uh, volgens mij zelfs uh, dat was er niet bij van Eck in ieder geval zag ik dat niet staan bij, maar bij de Wisdom Tree ETN en andere partijen zelf de idee die hebben het bij Coinbase in kusten die staan uh, ja, dus we hebben het al. Dus de enige reden waarom ik nog kan bedenken waarvoor een ETF boeiend is in Europa, dus inderdaad, ja, weet ik niet, sowieso niet echt. Ja, en in Amerika, omdat dit er nog niet is in Amerika, die ETN's kan je als Amerikaan volgens mij niet zomaar kopen. Nee, klopt. Weten um, jullie dan toevallig waarom Amerikanen ook niet op de Europese markt aan de gang kunnen? Um, nou, volgens, ze daar met hun 401k niet bij? Ja, zo, volgens, mij, volgens mij zit het hem daarin... dat je bijvoorbeeld al dat soort constructies... kan je alleen in Amerika zelf doen. En ze zouden wel gek zijn... als ze dat uh, ergens anders ook nog mogelijk gaan maken. Volgens mij zit het hem inderdaad daarin. Maar het wordt eigenlijk nog erger met die Bitcoin ETF... van dat Jacobi Asset Management mm -hmm. uit Londen. Ja, die Europese dus, hè? Ja, ja. daar hebben we het weer over, de Europese. Um, die is dus ook alleen voor institutionele beleggers. En de minimale instap is 100.000 dollar. Dus... Uh, het is inderdaad eigenlijk alleen dat het de eerste Bitcoin-ETF is, maakt het interessant en leuk en een nou, grappig feitje. Ja. Maar als, je, als jij via de Giro of elk ander platform lekker uh, exposure wil krijgen aan Bitcoin, um, zou ik die van Van Eck gewoon kopen. Het enige waar je dus wel rekening mee moet houden, is bijvoorbeeld dat je wel 1% per jaar betaalt aan lopende kosten, waarmee zij die, natuurlijk die opslag en zo moeten betalen en winst moeten maken. Ja, is, is ja, ik zat het even bij, bij die van Van Eck te kijken. En die uh, van Wisdomtree. Ja, die zaten ook rond de 1%. De 1 netter nou ja, onder. ja, kijk, als je het vergelijkt met ETS die bijvoorbeeld de AEX volgen, dan is het 1% echt heel ja, veel. Ja, dat klopt. Maar ja uh, het opslaan van bitcoin is ook veel risicovoller uh, dan aandelen. Ja. Ja. Kijk, zeg maar. De onderliggende bitcoin van een ETF, die kunnen gejat worden. En als het echt spot bitcoin zijn, als het echt de fysieke bitcoins zijn, zoals het altijd gezegd wordt. In de kluis. Ja, dan ben je ze wel echt ook kwijt als ze gejat worden. En bij aandelen, ja, ik weet niet inmiddels hoe dat zit. Maar ik kan me voorstellen dat als jij aan kan tonen aan. Ja, weet ik veel. Aan Philips van joh, luister, ik ben eigenaar van deze aandelen, ze zijn uit mijn kluis gejat. Ja, zorg dan maar dat die duizend aandelen, uh, dat daar een streep doorheen gaat en dat we daar duizend nieuwe maken. Of ik kan me voorstellen dat dat allemaal wat minder definitief is dan als er bitcoin gestolen wordt. Een aandeel kan je niet jatten volgens mij, dat is gewoon... Dat sowieso, hmm. ja, ik weet niet precies of... Dat, dat is wel interessant, ben Ik ben wel benieuwd naar of aandelen nog ergens in een kluis liggen of zo. En dat ze dan daarna... in digitale vorm de hele tijd verhandeld worden. Dat snap ik, maar dat het waardepapier... nog ergens ligt. Ik weet het niet. Het is in ieder geval... gewoon minder definitief als het... jatten van bitcoin. En... Uh, dat geldt voor particulieren. Um, ja, en ook voor die grote, grote partijen. Dus wat ik zag, is dat de een en ander... ook verzekerd wordt. Nou, ik kan me voorstellen dat... de premie van die verzekeringen ook... Uh, hoger liggen. Um, ja, dus dat betekent gewoon dat je meer... Uh, meer betaalt. Um, ja, en 1% ja, op zich... Ja, is het veel? Ik weet het niet. Ik moet zeggen, als ik kijk... Uh, ik heb bij Kaza dat ik uh, multisig heb. Ja, dat is ook niet gratis of zo. Die hebben de prijzen ook weer wat verhoogd. Ik weet niet precies wat ik betaal, maar dat... Ik denk, als je het uit gaat rekenen... Nou ja, ik weet niet of je op 1% uitkomt, maar... Uh, het is niet niks. Volgens mij betaal je bij Casa 250 euro per jaar of zo. Dat is toch, dat ja. tikt toch aan, ja. twee tientjes per maand. Ja. Voor heel veel mensen is dat wel gewoon 1%. Het is al heel snel 1%, laat ik het zo zeggen. Ja, Zelfs ja. bij wat grotere bedragen. Um, ja, ik zat er even aan te denken. We hebben best wel veel dingen besproken. We hebben ook, nou ja, we hebben nog niet besproken dat Binance, um, dat het Lightning-netwerk uh, geïntroduceerd is. Ik heb er even naar zitten kijken. Leuk. Maar ja, we hebben er geen moer meer aan natuurlijk, wij. Um, ik zag er, ja ik kon het dus ook niet testen meer omdat uh, uh, ik had er geen geld meer staan en ik kan er geen geld meer naartoe sturen omdat de deposits dicht zijn nou, noem het allemaal op ik zag wel een screenshotje toen ik een invoice probeerde te maken op binance withdrawals to invoices generated by moon en breeze wallets are not supported ben ik wel benieuwd waarom uh -oh. um, ja maar moon en breeze doen volgens mij die doen toch altijd iets met het openen van een kanaaltje als je een transactie doet of zo ja, Mun is inderdaad volgens mij met swaps. Maar Breeze niet altijd dacht ik. Dus ik weet niet precies. Moeten zijn Jesse navragen? Ja. Die, uh, misschien dat die er wat Ja, uh, Mun is heeft. bedoel je dat je dat, dat je gewoon vanaf onchain eigenlijk ja, kan precies. betalen? Ja, zogenaamd. Ja. Ja. Maar dat je dan wel Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, het gaat hier ook om withdrawals. Dus ja, ik ben wel uh, benieuwd waarom dat dan uh, niet zou werken. En ik vraag me af, geven Mun en Breeze dan daadwerkelijk extra metadata mee met die invoice dat zij dat zijn? Ja, dat is... Uh... Nou, ik denk dat, je dat, dat ze dat aan de hand van de notes kunnen zien. Hmm. Hmm. Maar ja, aan de andere kant, via een paar hops kan je er alsnog komen ja. natuurlijk. Dus... Ja, dus nou, je weet dan niet... Interessant. Ja, weet, uh... um, misschien omdat de app open moet staan om te kunnen ontvangen. Stijn uh, vliegt even in met... Ja, een, dus dan, dan zou Binance zou er rekening mee houden dat de user experience niet goed werkt. Dus ja. dan zouden ze op voorhand al zeggen... nou, deze wallet willen we niet, want daar hebben we te veel gezeur mee. Ja, precies. Dus dan sluiten we doen, daar de deur voor. Ik klinkt wel als een oplossing waar een groot bedrijf voor zou kiezen. Ja, maar, ja, maar aan ook, de andere kant ook weer niet iets waar Binance rekening mee zou houden. Ja, maar het, maar ja, goed. het zijn geen complete ja, idioten verder of zo. Ja. Nee, nee, dat is waar. Um, ik zal nog even te kijken. Ze hebben, ja, wat ik dan wel weer een beetje lullig vind. Ja, ik kon het dus niet testen. En op Twitter zie ik verschillende verhalen. Dus, Maar de, de fee die je betaalt... Ik zie hier dat het, zo, uh, bah, het varieert van... Eén zat tot, uh, nou, wat zeggen ze hier? 140.000 zat of zo. Dat is dat is dat is van niks naar best wel veel. Zeg maar voor 140.000 zat kan ik bij kan ik zomaar weer naar de kapper. En voor één zat uh, ook, maar. Maar het is dan, onduidelijk waarvoor dat dan zo mooi. komt. Ja, dat geeft ze dan niet echt aan. Dus het is een beetje. ik zag dat mensen bij sommige mensen was het instant, bij anderen die zaten toch weer vijf minuten te wachten. Dus nou ja, het is er wel. Um, maar ja, we moeten nog een beetje in de gaten. Nou, ja. En ik vind het zieken wel jammer dat we... Het, ja, wij hebben er gewoon niet zoveel meer aan in Nederland. Dat is wel balen. Uh, aan de andere kant is het wel goed dat... Ja, wat ik eerder gezegd al heb. Ik denk dat het goed is dat DNB eindelijk wel eens een keer doorbijt. Maar goed, um, ja, dit, uh, dit zullen we moeten vertrouwen op mensen uit het buitenland. Uh, die, uh, maar ja, goed, ik, ik moet wel zeggen... Toen ik in El Salvador was... Uh, je moet niet onderschatten hoeveel mensen als ik daar met bitcoin wilde betalen... dat zeiden, ja, nee, is goed, je kan met bitcoin betalen, hoor. En dan deden, zetten ze gewoon een, bit, um, een deposit naar Binance aan. Weet je, gaven ze hun depositadres voor Binance. Dus het is ook wel... Ja, we kunnen natuurlijk altijd wel een beetje... Uh, ha, houten bijna ja. na, naar zo'n markt kijken en zeggen van... ja, maar dit, de user experience is niet goed... of dit werkt niet, dat werkt niet. Maar er zijn dus gewoon mensen... die gewoon depositadressen van Binance gebruiken als ja, een wallet. Zeg. normale dus, mensen zien, zien Binance als een bank... Ja, je, zeker vanuit je die app, kan, weet je, ja. wat is er nou anders? Dus ja, op zich, als je dan met Lightning kan betalen, ja, ja weet je. Uh, het is weer een, een opening voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Ja. of Dat ze kunnen experimenteren, even kunnen spieken hoe het werkt. Ja, ja, zeker. hey ik zie dat we al ja, een mooi tijdje bezig zijn. Dus daar is even de. de ja, goed, uh, goed bezig. Ik wil nog even één dingetje. Um, um, meenemen. Gewoon eens eventjes uh, benoemen en dan uh, kijken we wel even waar we uitkomen. Um, en het is ook een beetje, ja, uh, we zeggen altijd Bitcoin Alpha, de enige, het enige nieuwsplatform uh, wat beschermt, kennisplatform wat beschermt en versterkt. Nou, ik dacht, dat uh, neem ik deze week eens ter harte. Ik dacht, ik moet een insight schrijven. Die schrijven we één keer in de twee weken. Uh, we hebben natuurlijk de nieuws, dat doet Peter vaak. Wat zijn de nieuwtjes van deze week? Wat vinden we ervan? We hebben de markets, dat doet Bert elke vrijdag. Uh, hoe kijken we naar de markt? Wat gebeurt daar allemaal? En dan hebben we de diepen, dat is één keer in de twee weken. Podcast tips, leuke artikelen. En wat vonden wij ervan? Waarom je ze wel en niet moet luisteren? En dan één keer in de twee weken, die wisselen elkaar om. Hebben we ook de insights, uh, Alpha Insight. En ja, daar mag ik dan meestal. Is even kijken uh, wat ik nu er ben tegengekomen op een truffel trip of zo. Weet je wel. Dus de ene keer schrijf ik iets over een bitcoin museum. De andere keer vraag ik uh, vragen aan uh, ChatGPT. En nou, dat is wat meer een beetje uh, filosoferen ze nu en dan. Maar daar kunnen we ook wat meer. Kijk, jij trekt er nog even lekker eentje open. Heerlijk. Ik probeer het zo zacht te doen. Ja, ik weet niet. ik. Dat is heel moeilijk met een blikje. Dan moet je gewoon. Een hoor. Het is dus, net als met, ja. een, uh, met een pleister, die moet je gewoon van die wond aftrekken. Um, deze keer dacht ik is van laat ik eens kijken of ik wat tips op een rijtje kan zetten, de meest het, het laaghangendste fruit om je Bitcoin te beschermen, want ik kreeg de laatste tijd best wel, nou ja, vaak, regelmatig, één eh, treetje minder, regelmatig berichten van mensen en dat is echt wel heel vervelend. Die kwamen ook in de chat vaak langs. Ja Bart, um, ik heb zus en zo gedaan en uh, ik kijk op mijn wallet en mijn Bitcoin is weg. Ja, wat heb je dan gedaan? Ja, oké, okay, ik heb een nieuwe ledger gekocht... en uh, ik ben naar Google gegaan... en ik heb ingetikt uh, install ledger wallet... en ik heb iets aangeklikt... en toen heb ik mijn bitcoin daar naartoe verstuurd... en nu is het weg. Nou, blijk je dus nep software gedownload te hebben... die uh, jouw bitcoin direct wegsluist. Iemand anders die zegt van... joh uh, ik uh, heb met het tradingprogramma meegewerkt. En uh, ik ben heel lang in gesprek geweest met diegene. Echt weken voordat ik uh, geld had gestuurd. En het ging allemaal goed. En ik kreeg allemaal berichten dat, dat ik uh, winst had. En nu de laatste tijd vraagt hij elke keer of ik bij wil storten. Want uh, ik ben op een lijst geplaatst volgens hem uh, door de KYC AML van een exchange. En daarvoor is meer geld nodig. En moet ik dit doen? En uh, even voor duidelijkheid. Ik zit hier. Ik vind dat oprecht dat, dat echt heel erg vervelend. En ik, die verhalen vertel ik hier ook niet om... Want dat is altijd... Als je ook in de... Mensen zeggen ook... Ja, ik durf het niet in de chat te posten... want ik voel me zo dom. Weet je? En, en dan kijk je hoe zo'n proces in zijn werk gaat... en dan denk ik... Ja, ik, ik vind het ook niet... Ja, is het slim? Nee, is het dom? Nou, het, je wordt echt zo verdomde gehaaid... Uh, uh, erin geluisterd... dat ik ook zoiets heb van... Ja... Nee, ik vind het ook niet dom, weet je. Het is echt, je bent uiteindelijk gewoon slachtoffer. En um, uh, dat is echt wel heel vervelend. Maar dus echt wekenlang word, word je dan uh, ja, uh, berichtjes gestuurd en, 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 en gepaaid. En, en het is niet eens dat iemand zegt... nee, ik kan 5000 procent rendement uh, voor je fixen. Het gaat echt om gewoon echt serieuze verhalen en zo. En, maar goed, eindverhaal, uh, eindpunt, dat geld ook kwijt. Um, ja, en als je sowieso kijkt naar de scammers op Telegram... de scammers op YouTube, de scammers op, op, op Twitter... Uh, en daarnaast nog eens alle influencers die linksom of rechtsom... je naar bepaalde uh, platformen uh, uh, of buitenlandse platformen vaak sturen... waar je ook nog maar van af kan vragen of dat uh, de, de handigste zet is. Het is gewoon echt wel heel veel gedoe. En ik dacht van, joh, kan ik nou, nou eens een aantal dingen bedenken... die niet te moeilijk zijn, waarmee je toch nou, in ieder geval iets van een fietsslot op je fiets hebt staan. Hè? Zodat in ieder geval niet jouw fiets gejat wordt op uh, Centraal Station... maar ja, diegene naast je zonder slot. Ja, dat is toch een beetje hoe uh, security uh, werkt. Nou, dat heb ik gedaan. Uh, als je die compleet wil lezen, nou, ga dan naar bitcoinalpha.nl. Uh, neem een abonnementje voor een maand voor een euro. Dan kan je dit artikel en alle andere artikelen die we geschreven hebben lezen... We kunnen kort gewoon even de tips doorlopen. Omdat ik wel denk: van ja, dit kan ik achter een P wel zetten. Maar het is zo belangrijk dat ik het ook goed vind om het gewoon even te vertellen aan mensen. Dus als je alle informatie wil, lees het rustig op je gemakje even na. Kunnen we nu even door de tips heen lopen? En misschien hebben jullie daar nog aanvullingen op. Uh, wat we daar kunnen doen. Ik denk de belangrijkste tip is natuurlijk: elke podcast zeggen we het. Hou je seat in je zak. Je seat, die vul je nooit in. Dat is de stelregel. Dus je 24 woorden of 12 woorden die je krijgt bij het aanmaken van je wallet, die vul je nooit op een andere plek in en nooit op een ander moment in dan bij het installeren van een hardware wallet. Ik kan, ik kan mezelf geen moment bedenken. Nee, en met invullen is dan niet via een toetsenbord of nee, een computer. Kiezen. Het ja. is dan specifiek inderdaad op je hardware wallet zelf. Ja, en, en uh, Petra deed die review van dit artikel en die zei ja, maar bij je hardware wallet krijg je de eerste keer toch een seed. Dat klopt, dus daar heb ik het niet over. Het gaat bij mij om, als je al een seed hebt... en uh, je hebt een nieuwe hardware wallet... dan is het enige moment waarop je je seed invult... dus bij het installeren van die hardware wallet... en dat doe je op het apparaatje zelf. Dus je kan eigenlijk wel zeggen... op een computer vul je nooit je seed in. Dat is gewoon de stelregel. Um, in een browser vul je het nooit in. Op Telegram vul je het nooit in. Een exchange zal nooit vragen om je seed. Een helpdesk. Van Ledger zal nooit vragen om je seed, Dus vul hem nergens in. Als er toch door zo'n partij om gevraagd wordt... en je vertrouwt het niet helemaal of je weet het niet helemaal... geef hem niet en ga naar een community. Dat kan lightning.nl zijn, dat kan uh, Stosje Radio Community zijn... dat kan de Bitcoin Alpha Community zijn. Uh, beginnen met Bitcoin, de Bitcoin Show Chat, whatever. Er zijn honderden Bitcoin Communities in Nederland... die kunnen je allemaal helpen kan je gewoon vragen van... joh, ik heb dit mailtje gekregen. Dit is een screenshot ervan. Binance vraagt om een seed. Klopt dat wel? Nou, dan zal het antwoord zijn nee. Maar goed, zo nu en dan zijn er ook legitieme mailtjes... die enigszins raar, uh, rare dingen vragen. Dus uh, vraag het even na. Dus je ziet vul je nergens in. Die hebben we staan. Denk. Duidelijk, Check, genoteerd. Tweede punt, kwam al een beetje op. Gebruik een hardware wallet. Um, ja waarom eigenlijk ja omdat je er zijn een aantal dingen uh, die hebben allemaal met je seed te maken. Je wil je seed op een willekeurige manier genereren. Je wil hem op een manier genereren dat dat niet makkelijk te repliceren is door iemand anders. Um, en je wil je seed op een veilige manier bewaren. En je wil, als je een transactie doet, dat je ja als je een transactie doet, zal je je seed moeten gebruiken of de private keys die eraan gelinkt zijn om die transactie af te tekenen. En uh, dat we, je wil dus niet, heb je zoveel moeite gedaan om je seed uh, te genereren op een manier dat die nooit op het internet komt? En dan ga je een transactie doen en dan moet je hem alsnog in zitten tikken op je computer. Dat wil je niet. Daarvoor heb je een hardware wallet. Dat is eigenlijk een apparaatje waar je seed in zit, waarmee je dus transacties kan ondertekenen zonder dat je seed naar je computer hoeft. Dus jouw computer, daar staat de software wallet op. Dus de software van Ledger, van uh, Trezor, van Bitbox. Of Sparrow Wallet bijvoorbeeld, als jij een coldcard gebruikt. Die maakt de transactie, die stuurt dat naar jouw ledger. Jouw ledger pakt die transactie, tekent hem af en stuurt die getekende transactie weer terug. Dus die seed die blijft altijd op dat apparaat en die gaat nooit over de lijn heen. Dus uh, op die manier uh, kan je dus een seed offline genereren. Dat hebben we net in stap 1 gezet. Dan zet je hem nooit op het internet en dat kan dus op deze manier door een hardware wallet te gebruiken. Ja, ik zou er wel. Je hebt dat eerder ook al gezegd, maar alleen het gebruik van een hardware wallet is dus niet voldoende, want als je inderdaad weer met foutieve software aan de haal gaat in ja. combinatie met je hardware wallet, dan ben je ook weer de schaak. Ja. Ja, precies. Ja, maar dat werkt dan dan pakken ze vaak niet je seed. Nee. Dan sturen ze foutieve transacties. Dus wat ze dan bijvoorbeeld doen, inderdaad. Ja, dan vullen ze een ander adres in. Precies. En dan teken je, je af op een ander ja. adres. En dan... Dat is wel een goede hoor. Want ook. Uh, dus als Ledger software jou op een gegeven moment vraagt om je seed met je toetsenbord in te vullen. Dan is dat zo'n red flag. Dan, ben je dus, dat, dan zit je met foute software op je computer. Uh, maar het lullig is inderdaad, dat ze dus ook. Hè, dus ik kan uh, Daniel geeft mij zijn Bitcoin adres. Ik moet hem uh, bitcoin versturen. Ik vul dat adres in op de Ledger software... en als je dan uh, Malicious... Uh, wat is dat? Uh, malicious software. Ja. Ja. ja, ik noem het maar gewoon... Kwaadwillende kwaad, ja, kwaadwillend, programma's. Zeg maar. Ja, als je dat dus op je computer hebt staan... dan zegt hij, oké, okay, dat is leuk... dat jij Daniel zijn, uh, uh, zijn adres gebruikt. Ik vul nu snel mijn eigen adres in. Die stuur ik naar jouw hardware wallet... En jij klikt hem dan af. Daarom is het ook altijd belangrijk op die hardware wallet even checken. Wat teken ik nu af? Ja. Dus je kan even kijken: joh, de laatste tien uh, cijfers en letters van het Bitcoin-adres komen die overeen met Daniel's adres. Dat ja, het is een beetje paranoïde allemaal, maar het is wel nodig. Ja, en in dezelfde categorie met de goede software gebruiken is bijvoorbeeld ook het updaten van je hardware wallet. Ja. Dus de firmware moet ook correct zijn, dat daar niet mee geknoeid is. Ja. Want dan zouden ze ook nog het adres van Daniel kunnen laten zien, maar achter de schermen. Toch iets anders doen. Ja. En dit geldt voor eigenlijk alle apparaten die je gebruikt. Het updaten van, uh, van software is eigenlijk misschien wel de, de makkelijkste, want het kan bijna altijd automatisch. Uh, de makkelijkste manier om zoveel mogelijk in één keer uh, te fixen. Um, want ja. Uh, het zijn toch vaak die exploits van, van shit die niet gepatcht is. Ook met servers trouwens, hoor. Gewoon bedrijven die niet op tijd een service updaten... dat er, dat er nog oude uh, uh, lekken in zitten. Daar, ja, je kan op je iPhone, je, je, je Windows-computer, whatever... kan je gewoon aanzetten, automatische updates... en dan gebeurt het allemaal gewoon als ja. je ligt te pitten. Dus ja, dat, ja, maar dit, bijvoorbeeld bij een coldcard... is het wel iets ingewikkelder sure. dan bij bijvoorbeeld Ledger. Dat is natuurlijk dus ook precies het verschil tussen die twee, ja. die twee wallets. Zeker. Um, ja. Maar dat is dus ook wel goed om altijd te checken... wat ben ik nu aan het downloaden? Op welke website zit ik? Ja. Nou ja, logisch. Um, Gaan we door. Um, nou, voordat we doorgaan... want ik heb nog drie tips... die wat meer uh, digitaal, uh, digitale hygiëne in het algemeen zijn... en daardoor ook uh, heel belangrijk voor Bitcoin. Ik raad iedereen ook aan om bij het aanmaken... Uh, en bij het gebruik van een hardware wallet... ook gebruik te maken van een passphrase. Een passphrase is eigenlijk je 25 ste woord. Het is eigenlijk een wachtwoord... Dus je hebt je seed, die wordt gegenereerd op je hardware wallet. En daar kan je dan een 25ste woord aan toevoegen. En alleen die combinatie samen zorgt ervoor dat je bij je wallet kan. Dat is eigenlijk hoe het zit. En het mooie daarvan is, is dat als iemand dan toch je seed in handen krijgt, dat hij dan niet direct bij je wallet kan. Sterker nog, het is ook nog best wel moeilijk te brute force'en, omdat jij in je passphrase, in het wachtwoord wat je kiest, ben je niet... Um, um, uh, hoe noem je dat? Uh, je hoeft niet uit die woordenlijst van de seed te kiezen. Je mag daar gewoon 25 tekens gebruiken als jij dat wil. En dat betekent... Uh, om mij, Het punt wat ik probeer te maken is... als iemand 23 woorden van je seed heeft... dan kunnen ze met vrij, vrij makkelijk met die woordenlijst... Ja. weten ze van ja, het laatste woord van die seed... Uh, bestaat uit uh, een van... Hoeveel zijn het er? Een paar honderd of zo, volgens mij, die woordenlijst... En, uh, ja, ruim 2000, maar de laatste is een checksum. Dus dan wordt het inderdaad nog een, een kleiner aantal. Dus, dus ja, goed. Dat uh, ja, is heel goed. Uh, Weet het niet, je allemaal. Weet je allemaal. Even technisch. Maar het komt erop neer dat je met een passphrase gewoon best wel makkelijk uh, je seed eigenlijk kan. Het is een soort two-factor authentication voor je seed. Daar komen we straks nog uh, op terug. En het mooie is dat je die passphrase natuurlijk in een password manager kan zetten. Omdat je je seed er niet bij zet. Je houdt ze los van elkaar. En die password manager dat is tip nummer drie. Um, ja, ik gebruik er sinds een jaar of vijf eentje. En het, het is ja. Eigenlijk denk ik. Je kan gewoon niet meer zonder. Tegenwoordig. Iedereen heeft heel veel accounts. Uh, en je wil gewoon niet hetzelfde makkelijke wachtwoord. Overal. Met een password manager kan je overal wachtwoorden. Van, ik heb weet ik veel 20, 25 tekens. Uh, je kan er allemaal dingen aan toevoegen. Um, en je hebt ze gewoon altijd op dezelfde plek staan. Het is natuurlijk belangrijk dat je dan een goed hoofdwachtwoord kiest. Het hoofdwachtwoord tot je kluis is eigenlijk een beetje de seatphrase. Seed, seed wat de seed is voor Bitcoin, is de hoofdwachtwoord voor je wachtwoordkluis. Er zitten ook nog een paar andere voordelen aan. Je kan ook bijvoorbeeld notities maken in je password manager, die encrypted zijn. Je kan familieleden of je partner toegang geven tot jouw kluis. Op het moment dat jij tegen een boom aanklapt en een paar weken in het ziekenhuis ligt in een coma, of als je dood bent. Ik bedoel, kan gebeuren. Bespaar je je, um, je weduwe gewoon een hoop gezeik. Omdat ze gewoon direct bij al je accounts kunnen. en het af kunnen sluiten als het nodig is. In plaats van dat ze uh, midden in de rouwperiode contact op moeten nemen met Google. om te zeggen uh, uh, dat een man overleden is. Weet je wel. Dat is echt wel een serieus ding. Um, en daarnaast kan je met password managers automatisch wachtwoorden invullen. En je kan ook het automatische weghalen. maar dan nog vul je via de password manager je wachtwoord in. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn best wel veel scams tegenwoordig waar ledger.com is dan niet ledger met een kleine letter L, maar met een hoofdletter I. En je ziet, men, als mens zie je het verschil niet, want een hoofdletter I ziet er hetzelfde uit als een kleine letter L. En uh, je password manager die zal opeens zeggen, jij klikt op vul mijn wachtwoord in. En je password manager zegt, ja, ik wil best wel een wachtwoord invullen, maar ik, ik, ik heb helemaal geen wachtwoord voor idger.com. Ik heb wel een wachtwoord voor ledger.com, maar dit is iets Ja, wel met een hoofdletter, maar dat, daar heb ik ook niks voor staan. Dus al dat soort scams filter je eruit omdat je je wachtwoord alleen maar voor ledger.com hebt opgeslagen. En uh, jouw passwordmanager kijkt niet naar hoe letters eruit zien, maar gewoon waar ze in de ASCII-tabel staan. En um, nou goed, dat is nog een klein dingetje wat goed werkt. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar Bitwarden, uh, One Password zijn twee fijne die je kan gebruiken. Laat... Ja, en dit, dit verhaal is helemaal eens het enige manco van bijvoorbeeld als het een cloud-based is, dus dat jij bijvoorbeeld verschillende computers en devices met elkaar synkt. dat het dus ergens opgeslagen wordt. Ja. Dus het is dan inderdaad het wordt versleuteld met je wachtwoord, maar we hebben voor mij gezien met lastpas, lastpas. Dacht ik ja. Dat dat dus wel inderdaad gehackt was en dat ze blijkbaar die versleuteling niet goed hadden gedaan, waardoor nou, Mensen er eventueel bij zouden kunnen, dacht ik. Dat niet helemaal, maar dat, daar werd wel duidelijk hoe belangrijk dat hoofdwachtwoord is. Want als ja. jij daar een simpel hoofdwachtwoord had. dat gebrute-forced kan worden, dan kunnen ze bij je kluis. Dus ja, als je er echt in wilt duiken. Maar goed, dit is een beetje een beginners-tutorial. En ik denk dat een password manager altijd beter is dan geen password manager. Ook al is die cloud-based. Um, want ja, simpele wachtwoorden: dat, ja, dat, dat is, ja, dit is gewoon echt beter, denk ja, absoluut, ik. Ook al is het cloud. Um, maar dan kom je bij diceware en wachtwoordzinnen. He, dus dat je in plaats van een moeilijk wachtwoord, dat je een zin hebt uh, met twintig woorden. En ik kan je vertellen, het is uiteindelijk best wel makkelijk hebben, denk ik, eentje met zestien of zo. Ja, op een gegeven moment zit die gewoon in je hoofd. Um, ja, goed, en um, dat is best wel goed te doen. En die zijn bijna niet te forceen. Maar wat ook wel belangrijk is, stel nou dat je wachtwoord toch in iemand anders' handen valt. En is het is handig als je gebruik maakt van two-factor authentication. Dat is 2FA, wordt het ook wel genoemd. Het betekent dat je alleen... Je moet jezelf twee keer authenticeren. Dus dat betekent dat je niet alleen je wachtwoord in moet vullen... maar ook op een andere manier moet laten zien... dat Bart daadwerkelijk Bart is als hij in wil loggen. En dat het niet Tom is met Bart zijn wachtwoord. Nou, hoe doet Bart dat? Nou, dat kan op een aantal manieren. Het gaat via sms. Het gaat via speciale authenticatie-apps. Het gaat via... Gewoon, überhaupt andere apps hè? als ik bijvoorbeeld op mijn computer in probeer te loggen op mijn Gmail-account, dan moet ik mijn wachtwoord invullen en daarna via mijn Gmail-app op mijn um, uh, telefoon klikken: van ja, uh, het is goed dat die laptop probeert in te loggen. Dat ben ik. Uh, IRG doet het ook op die manier: hè, dat je in je app altijd allemaal dingen moet bevestigen die je op je computer aan het aanpassen bent. Dat is ook 2FA. Uh, hoe doen onze vrienden bij, uh, bij DigiD? Dan heb je ook een app, op, dan heb je een wachtwoord en dan een app op je, uh, op je telefoon. Dus dat het hoeft niet per se Google Authenticator te zijn. Het kunnen allemaal verschillende dingen zijn. Um, ja, en, en eigenlijk, uh, oh ja, en al die password managers hebben vaak ook 2FA-tools. Kunnen we heel diep op induiken? Ik persoonlijk raad altijd aan om een losse app te nemen. Want op het moment dat jij je 2FA. In LastPass of in OnePassword heb staan, als iemand dan toegang heeft tot die kluis. Ja, dan heeft 2FA ook niet zoveel zin meer. Want ja, die staat ook gewoon in hetzelfde programma. Maar ook hier, om het simpel te houden: 2FA aan is altijd veiliger dan 2FA uit. Of je het nou via sms doet of niet, dat kunnen we ook afraden. Maar alsnog, met sms, is alsnog beter dan uh, zonder sms. Ja, ik kan je discussies over hebben, maar over het algemeen is er geen reden om geen. Twee klopt. Ja, precies. En uh, ja, goede apps. Ja, Google Authenticator heb ik altijd wel met veel plezier gebruikt. Het enige probleem is dat je daar nooit backups van kon maken. Is inmiddels gefixt, maar ik ben alweer overgestapt naar Rivo... En daar ben ik eigenlijk ook wel heel tevreden mee. Um, ja, dus dat zijn allemaal dingen die je er kan doen. En dan belangrijkste uh, tip: vijf, val niet ten prooi aan scams. Um, ja, ook hier hebben we wel weer een, een one-liner voor. Ja, meerdere zelfs, maar de belangrijkste, is, denk ik, vertrouw niemand die zomaar contact met je opneemt rondom crypto. Wees daar gewoon extreem kritisch, extreem sceptisch. Als mensen uit zichzelf helpen, ja, het is heel lief en het is heel vervelend als je dan net die ene oprecht aardige filantroop uh, uh, kwaad maakt uh, uh, omdat je hem uitscheldt voor scammer. Maar de meeste mensen die je willen helpen met crypto zijn gewoon uh, op je Bitcoin uit, linksom of rechtsom. Dus let daar een beetje mee op en um, uh, wees daar heel voorzichtig ja, in. Begrijp gewoon uh, zeg maar, in welke uh, zeg maar, omgeving, markten je je be bevindt. Een Bitcoin Bitcoin-transactie is permanent. Ja. Uh, daarom is dit zo interessant voor mensen uh, die, die willen scammen. Dus bedenk gewoon heel goed: oké, okay, ik heb Bitcoin. Uh, als ik een transactie doe, dan is dat permanent. Dat kan niet worden teruggedraaid. En als je dat in je hoofd een soort van hebt ingeprent, dan denk je, hmm, waarom zou deze Nigeriaanse prins mijn bitcoin willen hebben? Ja, ja en een, een stapje terug, want vaak, um, waar Bart het eerder al over had, zeg maar, dan creëren ze zo'n zo platform waar jij op kan investeren met goede rendementen. Oh. En dat werkt ook daadwerkelijk. Dus je ziet jouw, jouw storting daarop inkomen, je ziet inderdaad dat er progressie geboekt wordt. En nou ja, dan, dan voel je van, nou hier wil ik wat mee. Um, ik wil meer bijstorten. En vaak vragen ze daar inderdaad dan... ja, je moet wel storten met bitcoin. Ja. En als dat niet met ideal kan, dan is dat vaak al een red flag. Ja. Je moet natuurlijk... Het is vervelend dat bitcoin daardoor in een soort verdomhoekje komt. Maar het is gewoon niet logisch dat zulke soort platformen alleen dat gebruiken. Ja. Dus dat zou al extra indicatie moeten zijn ja. om, om onderzoek te, te doen. ja En ook hier... Dat is, ja, veel dingen geleerd bij PWC. Echt prachtige leerschool. Nee, maar Een van de dingen die daar. Zo'n corporate wijsheid die daar dan nou rondgaat. En ik ga hem hier in een iets andere manier misschien gebruiken als dat je hem in de corporate wereld gebruikt. Maar er was iets van de, de ergste fout maak je alleen of zo. De ergste fout is de fout die je, je eentje maakt. En ja, bij een accountant is dat meer, of bij een corporate is het meer zo: van ja, trek altijd iemand mee, je graf in, zeg maar. Of in ieder geval, zo interpreteerde ik hem <laughs> zo nu en dan. Um, maar het is, het is wel uiteindelijk is wel gewoon bespreek dingen met elkaar. Dus als, het, als je denkt: van Paul, nou, dit klinkt wel heel goed. Of dit klinkt gek. Of waar, als, als het gaat om het invullen van seats, het versturen van Bitcoin, het maken van rendementen, whatever. Bespreek het met mensen. Kan je vriendin zijn, kan je vriend zijn, kan je moeder zijn, je vader, whatever. Maar dat zorgt ervoor dat er wat. Kijk, vaak is het zo met scammers. Er zit haast bij gebonden. Ja. Ze hebben je aan de telefoons, willen je nu zover krijgen. Als je zegt, nou, ik ga er even over nadenken, kom over een uurtje bij je terug. Let, ja. let daarmee op, weet je wel. Het zijn ook vaak mensen die jou benaderen. Het is altijd, komt het naar jou toe? Um, bespreek het met mensen, bespreek het in communities. Uh, stuur daar eens een screenshotje van, van... Kijk, voor jou klinkt het misschien dat het technisch allemaal kloppend is. Maar iemand die daar wat dieper in zit of bijvoorbeeld weet ik voor Tom die bij een exchange werkt die vaker dingen langs komen die kan zo zeggen ja maar dit is helemaal geen uh, Bitcoin ontvangstadres of zo whatever gewoon gewoon de dingetjes die voor jou niet obvious zijn maar voor andere mensen in de community misschien wel en uh, dat dat is denk ik de grootste tip die ik je uh, kan geven hebben we nog een bonus tip ja we kregen een vraag hoe gaat het met hoe gaan jullie om met Bitcoin op vakantie uh, daar hebben we net nog eens, daar kunnen we even kort nog even want we Oeh. hebben daar, daar we hebben een klein beetje over nagedacht van wat zijn nou wat verandert er nou überhaupt? Wat, welke risico's komen er nou bij als je op vakantie gaat? En we kwamen er eigenlijk op uit dat het vooral zo is dat er vakantie, zeker als je naar het buitenland gaat, dat zorgt ervoor dat er een bepaalde lag, een bepaald tijdsverschil zit tussen uh, iets wat er gebeurt en wanneer jij actie kan ondernemen. Dus je huis uh, vliegt in de fik ja jij kan pas over twee dagen terug zijn met de auto, weet je? Dus er zit altijd een dat maakt het lastig, niet alleen voor bitcoin, maar voor alles. Eh, als je moeder eh, opeens van de trap valt, ja je kan er minder snel zijn dan als je niet op vakantie bent. En er zijn er wel meer van dat soort voorbeelden. Ja, en wat zijn dingen waarbij die vertraging heel vervelend wordt? Nou, wij dachten brand, inbraak, market crashes, ja, ja. bugs. De beste, de beste kwam van Stein. Dat ja, is een bug. Een bug. Nou ja, kijk, het, die dat tijdsverschil, die vertraging, wordt problematisch... als jij snel iets uh, moet doen. En wij dachten, wanneer moet je nou snel bij je bitcoin... Nou, bij bijvoorbeeld een market crash of zo... als je opeens wil verkopen, je wil er direct vanaf. En ik dacht direct aan een market crash. Maar ja, dan ben je eigenlijk toch al te laat, weet je. Ook al ben je thuis, al die institutionele beleggers... met hun flash trading algoritmes, die hebben al lang verkocht... voordat jij überhaupt wist dat er uh, iets aan de hand was. Maar Stijn, die kwam op een gegeven moment met iets van een bug... dat je niet eens wil verkopen maar misschien wel wil verzenden. Dus ja. dat je... Dat er een, Stel je voor, er zit een, een bug in de tap, Taproot-adressen. Ja, precies. En je moet als de wie weer naar Segwit... of zoiets naar yeah. Legacy wat wordt. Ja. Ja. Um, ja, dan zou je uh, je wallet gewoon mee moeten nemen op vakantie. Maar ik denk persoonlijk dat je meer complexiteit... meer risico toevoegt door dat ding mee te nemen... dan ja. uh, dat dit gebeurt. Maar goed. Ja, want je moet dat ook nog een keer op vakantie in de gaten gaan houden. Ja. Of er een bug plaatsvindt. Ja. Dan moet je Twitter de hele dag open hebben... Dus dan kom je erbij, ja, zelfs uh, die misschien is dan een custodian meer uh, uh, wat voor jou, of in ieder geval voor een gedeelte voor je coins. Dat um, vind ik toch sowieso dat is misschien de, de zesde tip die ik dan nog wil toevoegen. Dat het, ook, het is ook niet erg als je bij een custodian gaat, toch? Nee, in ieder geval voor een gedeelte. Die optionaliteit ja. hebben hier ja. vaak zat behandeld, ja. inderdaad. Dat lijkt me helemaal geen gek idee. Als Sorry, Tom. Jij, Nee, maar, nee jij, maar zeker met de professionalisering van die custodians. Het is niet alleen, alleen maar houd je touwtje werk meer. Dus. Nee. Nou ja, kijk, als jij met zwetende handen op vakantie gaat of zo... of gewoon überhaupt de hele tijd maar zitten te denken van... ik weet niet of ik het wel goed doe. Ja, misschien, misschien dan 50-50, weet je. Beetje custodian, beetje, uh, beetje op je ledger. Ik, ik heb daar nooit iets geks in gezien. Zolang je het maar inderdaad wel weer van die custodian af kan halen... vind ik altijd een fijne. Uh, zelf dan, hè. Um, maar goed, dus inbraak en brand. Ja, met brand of zo zou je nog kunnen, een aantal dingen kunnen zeggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, neem een seedplate... in plaats van een briefje waar je je woorden op schrijft. Ik denk dat het op zich sowieso een goed idee is. Hè? Briefjes vervagen, worden weggegooid, worden opgevreten door de ratten. Um, een seedplate van staal niet. Ja, kijk, bij brand, we hebben het hier over gehad... dat, dat bedrijventerrein is hier afgefikt aan de overkant van de straat. Ja, daar, daar zijn enorme stalen balken uh, gesmolten. Ja, ik weet niet of je Seatplate het volhoudt. En daarnaast, ik heb die ravage gezien. Je moet hem ook nog maar eens terug weten te vinden. Dus daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. is dus met ik de jetfuel gebeurd, hè? Ja, oh, steel, steel, steel beams. beams inderdaad. Ik wilde hem niet aanhalen. Ja, ik had hem ook in mijn koppie. Je moet even, ja. daar, doe daar een keer onderzoek naar, Bart. Want dat klopt ga ik doen. Het Toevallig, en, vorige week of twee weken geleden... naar de Verleiders geweest. Ja. Met de uh, Sjors Houts. Ja, ja, 11, die, uh, ja, klopt, die is ook ja. wel... Uh, nou, mijn vader Bitcoin, is ook helemaal geen Bitcoin, uh, Proud Bitcoin-alpha-lid, trouwens. Wel grappig. Anyway, um, wat ook nog belangrijk is, wat misschien bij branden wel belangrijk is, ja, bij backups, het maken van data-backups, en dat is een seed-phrase in principe, um, ja, je, je, het is niet zo... Als jij een backup van je laptop maakt, dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat jij je laptop en je NAS of uh, je harde schijf, waar je die backup op maakt, allebei in hetzelfde kantoor laat liggen. Het is eigenlijk de bedoeling... Uh, dat je in ieder geval een off-site backup maakt. Hè, als je het echt serieus bekijkt. E en dan kom je bij één backup is geen backup. Dus je moet er eigenlijk eentje on-site, off-site, nou, whatever. Uh, en dat is met seedphrase natuurlijk ook zo. Als jij je ledger en je seedphrase in hetzelfde huis hebt liggen... je gaat op vakantie en het fikt af... ben je ze allebei kwijt. Um, ja, scheiden van die locatie elimineer je zoveel risico's mee. Ook ja. diefstal is ook zo'n hele simpele Precies. vakantie... Iets waar je vakantie-risico, ja. zeg maar. Dus denk eens na over een kluis. Bijvoorbeeld, de Nederlandse kluis verhuurt kluisjes. Ja, kan je, je seat inleggen, bijvoorbeeld. En als je dan een passphrase gebruikt, ja, dan als die Nederlandse kluis leeg geroofd wordt, dan kunnen ze alsnog niet bij je, bij je Bitcoin, omdat jij die passphrase dan nog hebt. Ja, dan nog een andere. Ja, je kan op vakantie uh, van je skis afvallen... en uh, je nek breken en overlijden of zo. Ja, dan kom je net weer een beetje bij het punt waar we het, waar we het over hadden. Password managers maken een notitie aan die encrypted is. Geef je vriendin of je vriend of je moeder of iemand die je vertrouwt... daar toegang uh, uh, tot of toe. Um, waar je in beschrijft van dit is mijn security setup. Van joh, uh, hier, um, hier ligt een hardware wallet of neem contact op met Kaza... want daar heb ik mijn multisig... Of bel, uh, uh, weet ik veel. Bij mij, zou het, bij mij komt mijn vriendin er wel uit. Want die weet van ja, ik bel Bert of Peet. En dan uh, zal het wel loslopen. Um, nou, moet je die dan altijd toegeven? Je moeder of je vrienden of whatever? Nee, je kan met heel veel van die uh, password managers kan je zeggen: als ik twee maanden niet inlog. Dan krijgt diegene een mailtje. En dan kan diegene inloggen, bijvoorbeeld. Dus het is echt wel mooie systemen te bedenken. Um, dus dat zou nog een tip zijn op vakantie. Dat je in ieder geval zorgt van, joh. Uh, ik regel dingen dat als ik kom te overlijden, dat dat, uh, dat dat gefixt is. Of als ik even niet aanspreekbaar ben of whatever, dat dat, dat toch geregeld kan worden. Um, waren de tips? En ik denk dat we er ook wel. Ja, we zitten op iets meer dan twee uur. Dus het is toch weer gelukt, jongens. Ik vond het erg gezellig. Uh, leuk om uh, samen zo uh, door alles heen uh, te lopen. Ik hoop dat jullie het ook uh, nee zin hebben ja. gehad. Je moet alle twee nog een keertje langskomen. Bedankt dus, uh, dat we mochten aanschuiven. Ja, nou nee, ja, het was waar genoeg. En ik ook nog bij de twee podcast legendes. Dus dat uh, het voelt heel speciaal. Ja, de familie mol hè? Ja, precies de familie mol. Ja. Nou, wij, wij gaan ons nu eens even lekker helemaal volstoppen met sushi. Of iets anders lekkers. Ik weet nog niet wat. We gaan in ieder geval iets bestellen, sushi. Dat hadden we niet afgesproken, volgens mij. Ik ben met pizza hierheen gelokt. Mag dus. ook, we bestellen weer pizza, joh. Ik vind het allemaal prima. De, jullie worden rijkelijk beloond voor deze twee uur podcasting. Um, ja, dus dank daarvoor. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Vind je de podcast leuk? Join onze telegramgroep. Volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.satoshiradio.nl. En uh, tot volgende week. Dan zitten we met Wouter Constant en, uh, en Stef. Onze, onze oude Stef van Connect the Worlds. Dat wordt ook hartstikke Dikke gezellig. Pref. Dikke pret. Tot volgende week. Later. Eens.